Ik ben wel aardig om een bier heen aan het komen. Best een goed idee, vul met een liter bier. Zeker wel. Ja, dat gaat er wel in hoor. Dat drink je snel dan, denk ik. Even kijken, even smijten. Hij een beetje douche aan het werk. Heb je chipje erbij nog? Dat is honger. Ik ben nog weer honger. Dat is wel goed in muziekpot nou. Ja, hè? Het klinkt luid en duidelijk hoor. Hey, moet je nou eens even kijken naar onze YouTube pagina, naar de beginning van de livestream. Ik ben net even kijken, maar ik kan nog wel even vinden. Lekker als ik al tap, dan hoor ik nog steeds de muziek, dan hou ik gewoon niet op. Ja, la la. Hey! Kan het Nederlands elftal het ook weer heerlijk aan het verliezen? Ik hoorde net ja. Fijn joh, op de achtergrond Nederlands. Nou, check de livestream even en dan zie je onze favoriete ja, sexy dames met bierpullen. No set gaming trade aan het opzoeken. Yo, ik zie nog geen livestream, Ronnie. Nu wel, ik ben toch echt live? Ja, nu live, wacht even. Ja, dat is niet zo gek. Of herzlich willkommen, die Oktober als livestream. 1% Prozent aan gemütlichkeit. Ah ja. Wel 23 abonnees, dat is wel goed. Ja. Zo, en nu mag je kijken naar de mainscreen. Die heb ik nu ingeladen, als goed is via een paar seconden vertraging. Er zijn wel twee mensen aan het kijken, maar dat zijn wij allebei. Ja. Trial. Dat is een raar hoedje, het lijkt wel een heksenhoed. Ja, geweldig. Nee, het is echt zo'n Duits hoedje weer. Duitse buizenhoed. Ja. Geweldig toch? Ja. Ik denk dat je er heel veel zin in hebt. En een pretzel ook nog aan de onderkant. Goed! Ik heb braadworstjes, ja, die heb ik wel geregeld. Die kon ik wel vinden. Ik wil eigenlijk Weissbier hebben, weet je wel, van het lekkere typische bier. Maar eigenlijk die kut Lidl had niks, die had alleen maar die kut braadworstjes. Oh. Ja, dat grote worsten zoals in Duitsland, dat kennen we ook niet in. Nee, en ik zat dus te zoeken naar goedkope lederhozen, weet je wel.
Ja, maar bij de Action hadden ze alleen de ledenhoze pakketten. Ja, sorry, maar ik had geen zin om 20 euro uit te geven. Dan wordt het ook met Demi zo duur geworden. Voor een geintje eigenlijk. Nou, ik wou wel van die neptieten kopen met van die nep bier dingen erop, maar dat... Ja... zo'n jurkje heet een dirndl, zag ik. Klopt. Geen idee wat het is, hoor. Try. Volgens mij hoor ik steeds trial in de achtergrond van dit geluid. Wat hoor je? Het woordje trial, dus dat een probeerversie is van iets. Waarschijnlijk. Ja, volgens mij hoor ik dat ook, ja, daartussendoor. Maar ja, dan mag de pret niet drukken waarschijnlijk. Zo, ik heb al een halve liter op. Maar de rest nog. Het enige nadeel is dat je wel heel veel heel snel door moet drinken, want anders wordt bier dood en zo. En, ja, maar je moet het ook uit een, omdat je het ook ergens anders uitschenkt, weet je, want dan verlies je al een beetje. Klopt, ja. En dat ik een enorme schuimkraag, ja, die moet eerst weg, want anders kan ik de rest van het bier er niet in donderen. En dat ik gewoon 1,5 liter erin moet gooien, dat ik voor de rest schuim gehad, maar oké. Okay. Als het goed is, heb ik ergens nog een gekraakte versie van Virtual Audio Cable. Oeps, ik praat illegale content, oh my god. YouTube, oh nee. Kijk, niemand, Kan ik jou eens reporten? Nou, kun je het doen. Maar report jezelf ook, dat weet je. Ja, ik wil graag een Ronnie reporten, want. Ik heb hier. Trial. Ja, weet je, ik zie het al. Ik ga even de juiste installeren. Ik ben zo weer terug.
Hallo. Als het goed is, gaat u nu gewoon muziek afspelen. User was moved to your channel. Of toch niet? Waarom niet? Zet play. Wat is er? Waarom moet ik dat doen? Aber keine Ahnung. Even kijken, heb ik hem wel gesaved? Geweldig. We kunnen zover het aanvallen op deze server dat ze steeds F, E en D verliezen. Geweldig. Ja, ik kan niet zeggen dat ze stilletjes blijven snipen. Nee, inderdaad. Leuk met die Duitse slagermuziek. Ja, als het werkt, dan werkt het. Als het dan niet werkt, werkt het ook weer niet, hè. Echt. Dat is meestal zo. Hey! Daar is hij. Yay. Het werkt wel, daar niet van. Alleen niet zoals het zou moeten naar mijn idee. Hoe hoor jij het? Heel haperig. Geweldig, wat is dit? Oh, misschien moet ik toch even ook aangeven dat hij Virtual Audio Cable moet gebruiken. Oh, je gaat een keer wat leuks doen hoor, ja hoor. Kost wel wat moeite inderdaad. Maar als het werkt, dan werkt het ook wel, uiteindelijk. Heeft altijd perfect gewerkt, maar nu opeens edits, file, settings, preferences. Het heeft altijd perfect gewerkt, maar waarom nu opeens nog weer niet? Output. Heb ik weer, jongen. Nou, nog een keer open, een bestandje, USB drive. Al mensen geband op deze server. Waarschijnlijk ergens iets mis. Ik hoorde wel muziek. Ja, maar heel kut op een of andere manier. Oké. Ah, ik zie het al. Waar? Ah, ja, het is compleet duidelijk wat dat ding aan het doen is. Het pikt mij nog op, blijkbaar. Oh, natuurlijk, mijn laptop staat natuurlijk zo dichtbij dat ik niet heb ingesteld dat hij de andere microfoon moet gebruiken. Zo, 1-2 voor Nederland. Yay! Ga nog winnen ook. Ah, lekker, mijn Duitse bierpul. Als het nou ook eens schiet. Maar een vat. Zelf tappen. Yay! Goede avond dat je weinig merkt van het bier. Geweldig, hè? Ik weet niet waarom hij dat doet. Hij doet dit. Ik weet ook niet waarom de musicbot zo kut doet. Beter die trial versie kunnen laten. Dat trial was niet zo heel erg. Nee, inderdaad. Ik snap ook niet waarom hij dit nou opeens zo doet. En dat is het super vaagste van dit hele gebeuren. Is dat ik deze betaalde versie al zo lang heb. Deze is niet gekraakt. Ik heb hem gekocht. Ben je daadwerkelijk voor betaald?
Ja. Ik heb daadwerkelijk ergens een keer voor betaald. Yo. En dat doet hij wel. Oké, dan mute ik even mijn eigen. Microphone muted. Hallo. Hallo. Ziek heil. Oké, dus dat doet hij dan weer wel, maar ik hoor mezelf er eens niet. Mooi. Microphone activated. Oh. Dus hij doet het wel, dat bot. Alleen nu hoort mezelf waarschijnlijk dubbel en jij mij ook. Nee, ik hoor je enkel. Je hoort mijn enkel? Ja, goeie gewoon normaal hoor. Super scherp. Bijna zachte stem, Ronnie. Ja. Geil, leuk hè. Goed. Geil, ja. Gerne Fütze, die Musik und schnell. Meine Fütze. Meine große Fütze, ist sehr dreckig. Oh, oh. Klinkt allemaal niet goed, Roy. Nee, mooi. Wat een kut kutmuis. Ga eens kijken, want ik wil kut Windows. Die valt, jij moet even uit. Ik denk eigenlijk steeds of je. Ja. Op de achtergrond het seks aan het hebben is. En nu? Zet geen muziek. Nee, dat kan ook kloppen. Nou, dit is het profiel van MusicBot. Theoretisch gezien zou het gewoon moeten spelen. Nog een keer. Nou. De ene keer doet hij het en de andere keer niet. Oh, dit is echt leuk. Wat? Ik vind het zo geweldig. De ene keer doet hij het en de andere keer niet. Oh my fucking god. Wat heb ik aan een stuk software. Jezus, hey, ga je alles voorbereiden? Werkt alles? Ga je het auto, ga je het gebruiken? En dan werkt het niet. VLC, doe jij het dan wel? Hey, die MusicBot heeft echt zijn eigen fucking wiel. Oh, ik hoor er een spelletje mee, maar het werkt allemaal niet. Oh, technische problemen. Ik hou daarvan, jongens. Ah, technische problemen tijdens een livestream heb ik niet vaak meer meegemaakt. Oké, ik lieg. Het is wel heel erg irritant, zeg, waarom die gewoon niet pakt. Misschien moet ik toch maar even de trial er dan maar inzetten. Wat vind jij? Ja, zou ik wel doen. Het is al 10:30 dus. Ja, het werkt dan. Ik weet niet tot hoe laat jij hebt, maar. Ja, ik weet niet hoe laat jij hebt. Nergens heen maandag. Dus. Nee, ik ook niet. Ik moet wel, maar pas vrij laat. Oh. Oh, ja, daarom. Morgen hoef ik helemaal nergens heen. Yay.
Geweldig. Laatste poging, dan zeg ik gewoon de trial versie maar weer aan hoor. Ah, dan wordt het toch wel een beetje vervelend. Test alles van tevoren en dan krijg je toch goed iets, echt. Hoe raak je geïrriteerd door een livestream? Deze manier, yay. Ja! Nou, heel slecht. Ja, waarom die dat doet, weet ik ook niet. Dit is echt leuk. Geweldig, echt, waarom doet hij dat zo slecht? Ja, gewoon, je had beter die trouwversie kunnen laten staan. User disconnected from your ja, ga ik gewoon doen, ik ben er zo weer. Moment. Microphone muted. Connection lost.
Connected. User entered your channel. User was moved to microphone activated. Hey. Ik pluchte mijn USB-stick weer in en Blue Screen of Dead. Op de TeamSpeak server, echt. Error on USB device. Ah, lovely. Ah. Maar het werkt. Ja, ik hoor het weer. Dat was mooi. Ah, wijze. Yay, game tijd. Kun je eindelijk spelen. Eindelijk. Ben je al meer dan een uur bezig. Ja, het is echt kinderachtig waarom je niet wilt. Ja. Lekker een zak chips bijgepakt. Echt best wel een goed idee. Maar eerst gaan we gamen, denk ik. Ja. Ik kan ook game en eten tegelijk. Worden toch schoonmaken, dus als alles een beetje vettig wordt, is niet erg. Ja, eigenlijk wel. Als echt heel vies hier, mijn palet is. Moet zeggen, is dat informatie dat ik wil weten? Dat dringende poeplucht, zeg maar. Die je ook niet meer wegkrijgt door de borstel een keer de steen erin te halen. Dus dan weet je wel weer hoe laat het is. Ja, dat valt wel mee, maar dat moet even schoongemaakt worden. Ik hoor het woordje trial niet meer. Nee. Ah, waarschijnlijk werkt mijn betaalde versie nu opeens wel. Oh, Battlefield 4 gingen we doen, daar weeg ik het getanker. Of Battlefield 1 correctie. Details, waarom? Er moet toch een knopje zijn om te spelen? Battlefield 1 dan opnieuw aanklikken. Details, waarom details? Oké, kijk of ik op jou in kan joinen. Ah, dat kan dan weer wel. Join game. Battlefield 1 missed? Wat
de hel, wat ga je kutten? Ik heb dat voor het ene woord verwijderd, man. Het staat hier toch echt C? Win, program file staat toch echt onder EA Games? Staat hier toch echt? Dit is... Alleen maar vanwege de slagermuziek, hè? Ah, geweldig! Ah, de muziek doet het wel goed, nu. Mooi. Hey. Tel maar zo de 1000 koeken gaan. Och ja. Nee, het staat er echt onder Origin, weet je wel. Origin Games staat er echt Battlefield 1? Ja, repareer de game eens even. Minimize window, je gaat toch game properties. Steve, het staat er echt. Oh, dit is alleen maar leuk. Oké, okay, weet je wat? Ik start Origin opnieuw op. Ik ga niet mijn PC opnieuw opstarten. Dat ik kanker krijg, hè, maar... Oh, echt. Scheiße, zwijnhoende! Maar het werkt uiteindelijk. Vraag me niet hoe, maar het werkt allemaal. Althans, de stream, maar niet de game. Nou, bij de carnaval in Limburg niet meer staan. Atemloos. Tijd Sean, goed slecht. Gaat in de chat. Wat is er beter dan flink wat chips wegspoelen met bier? Ah, geweldig. Nou ja, de eerste 48 minuten van de stream zijn verkut, maar uiteindelijk, je komt ergens. Je hebt nog wel een uurtje of twee. Sowieso. Er staat toch echt Battlefield 1 icoon op mijn computer? Het is echt geweldig. Origin zegt, you don't have the game installed. Battlefield Hardline herkent hij dan weer wel, duh. Blonde Duitse medel die dat nachtje zachtjes in je oor fluistert. Wacht meer ademloos. Ja. Moet er nog steeds een keer gaan met, hoe heet dat, hè? Met kerstmarkt. Ja, die Weihnachtsmarkt, ja. Aangezien we nu toch niet naar Berlijn gaan. Wat dacht je van dit jaar december ongeveer? Dit jaar bijvoorbeeld, november of zo? December kan ik niet, ben ik te veel voorgepland. Maar ik denk vast wel dat mijn collega's mij een weekendje kerstmarkten gunnen. Zoals Sigo zal me dat wel gunnen, denk ik. Ah, Battlefield 1, ja, ik krijg het voor mijn neus. Battlefield 1, wauw. Maar Origin geeft aan dat de game nog steeds niet is geïnstalleerd. Maar ik kan hem wel starten, geweldig. Echt waar. Oh ja, ik zal je binnenkort even toegang geven tot de TeamSpeak server software zelf. Waardoor je als er problemen zijn hem zelf kan restarten. Ja, starten dan. Dat zou vanzelf moeten gaan, maar ja, het is een blijf Windows natuurlijk. Ook heb ik die app, weet je wel, Restart on Crash. Maar ja, je kunt wel vanaf remote, als de computer uitstaat, kun je hem aanzetten. Ja. Er is power on LAN namelijk. Okay. Ja, een weekendje moet lukken, toch? Ja, dat moet wel lukken. Kun je gewoon, weet ik veel, vrijdag weggaan of zo? Zondag terug of maandag terug, weet ik veel. Ja, moet kunnen. Dat kan ook inplannen met mijn werk, hoor. Ja, kun je ook een beetje, weet ik veel, kies gewoon een stad uit. Kun je een beetje rondslenteren. Ik denk Keulen heeft best een grote markt. Plus zou ik ook familie zitten. Oh ja. Keulen heeft 4 markten. De rest van de dag gewoon een beetje braadworst eten en bier drinken en zo. Nou, in Keulen heb je dus 4 kerstmarkten.
Oké. Bij de Keuner Dom, dat is een tering grote kerk. Ja, die kerk, ja, die nooit kapot gebombardeerd is. En dan heb je er nog eentje naast het centrale baanhof, houtbaanhof. Goed te zien dus. En Keulen kun je ook makkelijk heen met de trein trouwens. Ja, dat is vanaf hier maar een anderhalf uur joh, voor mij. Ja, voor mij een uurtje of drie of zo denk ik, 3,5. Maar goed, ja, en we komen zelfs nog op dezelfde trein terecht. Precies, want dat is gewoon de ICE vanaf hier naar Frankfurt. Klopt. Dan kun je gewoon 's ochtends nemen. Kun je mij een invite sturen voor de game? Ja. Kun je gewoon 's ochtends nemen. Hoe? En nou, dan ben je daar 11, 12 uur of zo. Klopt, als ik... friends available to party online, ja ja. Ik ben toch echt online, ik zit toch echt in de fucking game. Ja, dit is even een party maken. Party maken, ja. Een party maken! Groeig, groeig, je moet een party maken, Ronnie. Ja, een party, dank je! Aan de party, ja. Dat is een zesje. Lekker, een Duitse kerstmarkt. De vorige keer dat ik er was, heb ik alleen maar... Nutella, vlees. Oh, jij wil niet weten wat ik op de vorige kerstmarkt... Chocola en samen met de wc. Oh, oh heerlijk. Nee, dat wil je niet weten. Oh, jongens, jongens, wat een diarree. De volgende dag moest ik weer de hele dag in zo'n lokaal te zitten, want toen werd ik net C-Ray. Geweldig. Les. Dat is echt mooi. Ook de Duitsers waren naar diezelfde kerstmarkt geweest. Geweldig, joh. Maar echt met een Hongaar, een Portugees, allemaal van dat soort figuren waren we daarheen geweest. Echt geweldig. Lachen was dat. Oh, dat is echt geweldig inderdaad. We hadden nog met die Duitsers afgesproken, nou, heel troep mensen. Ik ben, oh, loading game, ik was net nog een queue. Valt ook niet helemaal lekker volgens mij. Oeh. Vandaag was ik eens aan het proberen of ik, hoe heet dat, kon opnieuw kon installeren. Medal of Honor, weet je, de originele game, Ally the Salt. Mm-hmm. Maar dat ging toch niet. Het draait hem niet af. Okay. Wel, ik had een CD met Quake erop, 1, 2, 3. Ja. Quake 2, die installeerde gewoon, die kon ik gewoon spelen vanaf de CD. Geweldig. Nou lach, ik heb nog heel de Quake zitten spelen deze middag. Ah, Quake is ook wel gewoon leuk hoor. Ja, ik bedoel, die graphics, die zien er een beetje... Ja, niet heel geavanceerd, een beetje blokkig uit, maar ze zijn wel heel scherp. Maakt het prima speelbaar. Ja, ik ben gewoon echt blij dat de musicbot nu wel goed werkt. Nou ja, Deutsche tonen. Maar het werkt ook met YouTube. Als jij bijvoorbeeld zegt tegen mij, rond dit is een leuke playlist, dan kan ik die ook inserten. En dat werkt ook natuurlijk door middel van die... Alleen het nadeel is, op deze manier kunnen we de muziek niet controleren. Dat is het enige nadeel. Tenzij ik jou toestemming geef via TeamViewer. Ja. Dan kan het weer wel. Of via Remote Desktop. Kun je ook inloggen. Gaat sneller trouwens. Ja, ja. Ik zou wel even de inloggegevens geven. Krijg je dan geen problemen met copyright? Ja, het is een mix van YouTube natuurlijk. Ik heb het even opgezocht. Het is copyrightvrij. Ik ga ook straks even een tekst onder de YouTube video plaatsen. Dat het voor testdoeleinden only is. En dan mag het volgens de wet. YouTube kan me nou toch niks maken. Want de mensen die deze muziek gemaakt hebben, hebben het zelf vrijgegeven. Oké. Okay. En er is nooit copyright op aangevraagd. Waarom kan ik gewoon naar binnen rijden hier? En het is ook een remix, dus het is niet origineel. En als YouTube gaat kankeren, ze kankeren maar eventjes. Voor één keer vind ik het prima. Het is zo lang geleden dat wij muziek hebben gehad tijdens een... Ah, ja, inderdaad. Oh, ik heb het wel aanstaan tijdens livestreams, maar dan toch anders dan in Teamspeak chat zelf. Van het, hoe heet dat, die overleden nog heel professioneel uitzien. Welke, die wij nu hebben? Ja, met die pretzel en een Oktoberfesten en zo erbij. Op zich is dat wel heel grappig. Maar dat zou nou typisch wat zijn waardoor je mensen naar je channel brengt. Ja, wat vind je nou van onze huidige overleden dan? Zeg je van nou, dat kunnen we wel zo laten? Of zeg je van... Ik vind hem niet zo slecht. Weet je, het ziet er niet... wel goed uit, alleen het is niet zo gelikt misschien als bij anderen, maar ja, aan de andere kant, ik vind het er wel prima uitzien verder. Het is... Ja, ik vind het ook goed op zicht, alleen... slecht of zo. Het kan natuurlijk altijd gelikter, maar... Oh, nu hoor ik wel weer trial. Na 5 minuten hoor ik een trial, maar boeiend, laat me lekker zo. Fuck me op. Want ik wil niet weer de hele Teamspeak server laten crashen. Nee, precies, dan moet je de boel weer helemaal slopen, dat ook niet. Kijk er maar!
Trial. Maar ik ga voor deze versie even piep code zoeken. Dus met piep bedoel ik natuurlijk iets anders. Want dat woordje piep, het andere woordje wat voor die piep is, mag ik niet zeggen. Fuck? Ja, laat zeggen fuck code, ja. De fuck code zoeken op goochelen. Fuck code. Ja, de bier is bijna op. Ja, nog een klein beetje. Maar er is ook een glas hoor, 11,75 was het. Ja, ik zag het ja. Kreeg maar... ook helemaal in een grote doos, helemaal ingepakt in bubbeltjes plastic. Met nog gewoon plastic kussentjes, luchtkussentjes eromheen. Dat was best goed verpakt. En binnen een dag was het hier. Trial. Ah, de trial is heel erg zachtjes, dus het en niet ik denk zo. Als ik dat ding niet gebruik, kan ik hem ook als boerenbaas gebruiken, want hij is groot genoeg. Nou, ik zag wel bij de Action dus glazen staan, maar dat waren allemaal plastic kutdingen. Ja, dat soort bierpullen, dat hebben wij niet in Nederland. Dat kun je gewoon niet makkelijk krijgen hier. Nee, maar in ieder geval... Dat was ook het eerste wat ik zocht. En ik zag hem één of twee linkjes zag ik staan en dit was de normale link. Trial. Ik moet eigenlijk zo'n biervat moet ik hebben en dan dat vullen vanuit... Eigenlijk wel. 2,5 liters erin gooien werkt op zich ook wel. Ja. Het is wel Warsteiner. Ik heb de Warsteiner Special Christmas Edition gekocht, maar die was nog niet koud. Die Weihnachtseditionen. Die helemaal in het Duits hier in Nederland. De. Zeg iemand zo over bij de plusiepmarkt, ja hij staat in het Duits. Ja fuck you. Het is ook een Duits bier, dus who cares. Het is tering lekker. Het is iets donkerder als gewone Warsteiner. Oh ja, nou, dat is wel lekker donker bier. Beetje zoetig is het altijd. Goed. Trial. Ja, ik moet zeggen, de trial is niet zo irritant, moet ik zeggen nog. Nee. Ze zegt dat trial woordje wel heel geil. Ja, maar ja, ik koop wel een keer zo'n illegale code ofzo. Maar als we dit vaker gaan doen, dan koop ik wel gewoon weer een nieuwe code, weet je wel. Dan zeg ik zo van, oké. We komen hem opnieuw. Dan investeren we wat NS Jeff geld. Niet dat wij dat hebben. Nee. Want de laatste donaties heb ik gebruikt om de kosten weer te dekken. Ja, precies. Krijg ook eens wat doneren. Ja, wie weet met Call of Duty. Ja, wie weet. Wat ik ervan gezien heb, was het wel leuk. Ik ben nog zo'n stukje zitten kijken, had iemand een soort mute-documentaire gemaakt over het verloop van Medal of Honor. Waar het eigenlijk helemaal de mist is gegaan uiteindelijk. Ja, ja, ja. Na de eerste Call of Duty zijn ze eigenlijk al ingehaald door Call of Duty en Activision. Dat het gewoon betere games waren. Ja, ja, ja. Hoe zou die zijn, die code? Trial. Rising Storm. Ik ben dood, omdat de Steam ineens weer een of andere domme melding geeft. Denk het. Kut Steam. Ik heb wel Quake 2 opnieuw gekocht voor 8,50 en ik kreeg gratis die Elder Scrolls 2 versies kreeg ik erbij. Oké, dat is niet gek. Al die versies van Quake en zo, het kost allemaal een paar euro. Ja, niet veel. En het is best een vermakelijke game, ook nu nog. Het is gewoon een leuke first person shooter. Het is een beetje rondrennen, een beetje monden doodschieten. Ja, voorheen had ik hier een plugin voor nodig, een musicbot, en dit werkt op zich prima nog. Kijk, op het woordje trial na. Maar ja, het woordje trial zorgt er wel voor dat wij dus geen copyright problemen krijgen. Nee, want het is een trial. Trial maar wel blijft werken. Ja, ik ga misschien dat we wel binnenkort, die key kost 15 euro ofzo. Dus misschien dat we dan als gaming community, als we dit vaker gaan doen met muziek in stream. Kijken of je wat dan...
zit ook te denken aan, ik zag een mooi artikeltje over kleine grafische kaarten. Ja. Een van mijn oudere versies van Hardware.info magazine. Mm-hmm. En dat was per kaart ongeveer €150. Ik denk, nou, misschien kan ik wel mijn kaart gewoon eens een keer vervangen, want dat ik zo'n beetje deze kaarten nu 3 jaar in zit of zo, 2,5, 3 jaar. Als je hem wegdoet, mag ik er maar eentje kopen van jou? Ja, misschien. Als ik hem wegdoe, dan mag je wel overkomen. Maar ik zat te denken om hem te vervangen, want ik denk, ja, de grafische kaarten die er nu zijn, wat is het, de 1050 of zo generatie, toch weer een stukje beter. En als ik er 2 van kan krijgen, dan heb ik gewoon, hoe heet dat, niet Crossfire, maar, hoe heet het andere? SLR, ja. Niet dat het werkt in Battlefield 1, maar misschien werkt het wel in Core. Dat sowieso. En dan ben ik ook iets van €300 kwijt, dan heb ik toch prima kaarten erin zitten. Klopt. Kijk, past in die kast. De kast is gigantisch, maar die sloten zitten zo dicht op elkaar dat ik me afvraag of het er überhaupt wel in kan. Nou ja, je kast is gigantisch, want dat weet ik, want ik heb dezelfde. Ja, ja, precies. Maar het moederbord, er zitten die sloten altijd zo dicht op elkaar tegenwoordig. Ja, je hebt ook SLI PCI risers, hè? Dus dan kun je het verplaatsen. Je hebt speciale verlengkabels. Dus kun je als daar ook je videokaart ergens anders insteken. Ja. Ja, ik moet eens even kijken. Maar dan kan ik mooi eens deze vakantie naar kijken tussen mijn andere klusjes door. Morgen gaan we schoonmaken, dan ga ik maandag even mijn rolgordijn ophangen. Aan de ene kant irriteert dat woordje trial toch, maar omdat het toch te zacht is, irriteert het me niet mateloos. Ja, het is niet heel hard. Nee, het is nog acceptabel voor een livestream. Praat even wie hier van de boot geschoten is. Jij. Dat ik weer eens voorop stond. Ja, Ronnie, we moeten echt met kerst de kerstmarkt op met de Duitse kroegen. Oh, dat sowieso. Nee. Die schnaps. Ah, die schnaps doet drinken. Een hotelletje ergens in het centrum of zo. Ah, is niet eens nodig. Als wij met Finn komen, jij en ik, geen enkel probleem. Ja, je moet ook een keer langskomen. Ja, vertellen eten met Finn. Nou, dat is zo, als ik mijn familie lief aankijk en we betalen mijn familie 10 euro of zo voor de overnachting, ik vind het helemaal prima. Ah, ja. Daar hebben we waarschijnlijk het hele benedenhuis voor onszelf. Van je neefje is dat? Ja. Uit je neefje. Klopt. Zaak. En die wonen in een buitenwijk of zo? Die wonen 300 meter naast de Keurler Dom. Oh. Geweldig, joh. Helemaal makkelijk. Denk ik wel een beetje op tijd beslissen. Ja, sowieso. Ja, ook in verband met de boeken van die treinreis, want die wordt ook alleen maar duurder als je daar te lang mee wacht. Klopt, en ik moet het op tijd weten om vrij te kunnen vragen, ja, weet precies. Je wel, dat hele gezeik. Ik bedoel, ik ben nu wel met Goed Heiligman ben ik vrij. Dat heb ik helemaal voor elkaar gekregen. Ja, in november. Met Goed Heiligman ben ik helemaal vrij, dus dat is mooi. Dat heb ik kunnen regelen. Ik heb gezegd van, nou oké, ik ben mijn Goed Heiligman kwijt. Ik werk eerst en tweede kerstdag in de ochtenduren. Maar toen zeiden ze zo van, zijn ze gelijk akkoord. Prima, doen we. Ik zeg zo dat ik altijd bij de oplossing moet komen. Geweldig. Eerste en tweede kerstdag? Werk je overdag? Ja, werk ik overdag een paar uurtjes. Ah, okay. Ja, dan kan je s'avonds meteen aanschuiven. Ja. En je verdient nog eens extra. 200%. Ja, la 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 la. Die mitrailleurs van die tanks die zijn soms zo ongericht, echt niet normaal. Onnauwkeurig. Ah, bijna door mijn liter bier heen. En de genade is dat die pil enorm zwaar is, het glas is heel dik. Ah, het is wel een mooie pil hoor, ik heb hem gezien op die foto. Heb je trouwens even een foto met jou met een... Het ziet er keurig uit, die pil. Als je een selfie maakt... Een onderin. Mm-hmm. Goed glas. Als je een Chinese rommel, denk ik dat het echt Duits is ook. Zou best wel eens kunnen. Als je even een selfie maakt jou met dat glas, weet je hoor, kan ik dat op onze Facebook erbij zetten en misschien nog tijdens deze livestream erbij gooien. Selfie maakt met glas, is wel bijna leeg. Ja, maakt niet uit. Zo even kijken, mijn telefoon zit nog in de lade. La 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 la. En even kijken wat een goede datum is in november. Ja, inderdaad. Ook nog jarig, dus moet ik sowieso ook nog een keer heen. Nou, wanneer is die kerstmarkt? Is dat niet pas vanaf half november of zo? Vanaf half november pas, tot een paar dagen voor kerst. Ah,
Maar... Tot 17 november of zo. Ja, 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 want dat begint niet al te vroeg, Bosman. Bosman nou ook in die tank? Trial? Bist du horny und geil? Ja, ja, ja. Bist du eine Trial mit mir? Bist du eine Trial eingeboren? Trial in abgeboren. Nou, ik zag die pretzel op Google voorbij komen. Ik denk zo, ja, bier und pretzels. Ja, dat is echt typisch Oktoberfest. Toch een soort zout broodje, zo'n pretzel? Ja, dat is niet een zout broodje. Dat is, ken je die zouten stikjes, weet je wel, die in de supermarkt kopen? Ja, dat zijn pretzels. Dat zijn de pretzels, alleen dan dat... Van die dikke broden, of van die hele dikke? Dat zijn van die knapperige dingetjes die zout zijn. Het is een zouten snack. Oké. Okay. Wel zout dus. Ja, zoutje. Oh, kankerlekker, echt waar. Je hebt ze ook zoet trouwens, hoor, die pretzels. Ja, dat dacht ik ook. Ah, die zoet is ook zo kankerlekker, echt waar. Ik zit alweer te schelden tijdens de stream, maar dat maakt niet uit, dat boeit me geen flikker. Maar eigenlijk was dus 2 jaar geleden, weet je, was ik op het Oktoberfest. En echt geweldig, hoe al dat bier. Daar heb ik al naartoe gemoeten. Ja, dat Oktoberbierfest is al afgelopen. Wel afgelopen, het Oktoberfest? In Duitsland, in München, is het geëindigd 2 dagen geleden. Oh, oké. Okay. Duurt zeker maar 2 weken of zo. Het begint in oktober, in september en het eindigt in oktober. Het is meestal 18 dagen lang. Okay. Het is de viering van de winter/herfst. Ja, precies. Ja. Heel veel landen vieren ze zoiets. Midwinterfeest en dat soort. Ja, klopt. Gekkigheid, lekker heidend zo. Ga je even naar de wc, zo. Yo. Excusing for the trial, whoops. The paid version is not working. Hello, yeah, I'm okay, you're still up, mate. Oh yeah, I'm fine, sir, thanks for asking. I'm sorry for the trial word once again, but for some reason my paid version is not working. Good to hear, mate. Trial. Lampe Tampa Nerdy. Yeah, yeah, yeah. Super geil. Trial. I have a lovely temper, I know, but.
But I killed one, which makes me happy. XD. Oh, feel free to join our TeamSpeak, mate, if you want to. It's a chat. Yeah, yeah. Trial. Everyone is welcome. Oh, yeah. Fucking hell. Oh, I got a warning from YouTube. Copyright material. Nice, I know. Hallo Mark, bist du da? Do you want me as a trial? Trial? Yeah. Geile Mark, bist du da? Good seeing you. Oh yeah, I'm so sexy. Trial? Mark. Ah, he sent me a photo. Let's see, I'll put that. Cool, I will drop that in the, let's see, Facebook. Bedankt voor de foto, sexy Mark. Trial. Hallo. Hallo. Dank je voor de sexy foto. Ik zeg. Heb je niet John Wieda? Alleen is hij al behoorlijk leeg, maar. Save image als Mark. Ah, lekker vakantie. Ik heb vanmiddag ook lekker weer eens een keer andere games te spelen, niet alleen maar voetbalmanager. Wauw, hoe is dat mogelijk? Ja, je hebt de hele dag nog geen voetbalmanager gespeeld. Ik heb Bauer ook nog even in onze server gezien, maar die is ook weer weggegaan. Even kijken, ik ga je ook noemen Marky Beer. Marky Beer. Ja, ja. Ik ben trouwens gekikt van de server. Ja, weet ik. Als je dat nu naar de stream kijkt, dan zul je jezelf ook zien. Althans een foto van jezelf. Ik ben weggeklikt. Dan moet je even naar de stream kijken, dan zie je jezelf ook. Trial. Yes. Het staat ook echt over de map heen zo. Ja, klopt. Dat is het nadeel op het moment dat je iets inlaat, weet je wel. Maar ja. Trial. Oh ja. Yeah. Maar als je zegt van we willen vaker muziek hebben, Mark, dan gaan we gewoon even deze software kopen waarschijnlijk weer. Onder de naam van de gaming community. Wat vind je ervan? Ja. Okay. Zou het toch nog legaal ook nog? Wie is de Red Wolf? Goeie vraag. Ik weet ook niet meer wie die was. Oké. I'm good. Alright. Good seeing you. Ik ken jou. Ja, ik moet even bedenken wie dat ook weer was. Oh, ik ook, ja. Ik geen idee wie die gozer is. Ach. Ik kreeg wel een geluidje dat hij de stream heeft geliked. Normaal gesproken zou ook een animatie op het scherm moeten verschijnen, maar volgens mij werkt dat niet helemaal. Maar ja, ach, dat doe ik morgen alweer een keer als ik de nieuwe layouts ga laden. Maar alhoewel dat deze... Er zijn wel mensen trekken ook die... ...al bevestigd. Dat.
Oh, ik heb trouwens even de trial software van Virtual Audio Cable bekeken. De eerste 7 minuten heb je gewoon het woordje trial niet. En na, daarna okay, wel. Ja, dan krijg je trial, ja. Dat is toch raar als jij een betaalde versie hebt, waarom het dan? Ja, waarom de betaalde versie het dan niet goed doet, dat is dus echt een hele rare vraag. Misschien heeft het gewoon te maken, omdat de Teamspeak op mijn laptop misschien te oud was. En misschien is mijn licentie niet meer goed ofzo. Ik heb hem wel 5 jaar geleden gekocht, deze variant, hè. Dus misschien is het daar wel mee te maken. Kun je jou te joinen als Ik zie ook voorbij komen van Cold Killer Try to join. Ja, maar hij doet helemaal niks. Kun je mij uitnodigen? Tuurlijk. Even kijken, hoe deed dat ook weer in game? Gewoon op mijn icoontje klikken en invite to party of invite to game ofzo. Nee, invite to game, want we zitten nog steeds in de party. Ja, Bosman zit ook bij ons in de... Ja, klopt inderdaad. Cold Killer BF, invite to game. Party invite. Dan kan je natuurlijk niet een invite accepteren, dan moet je eerst uit de game. Ja. Maar dan kan ik hem nog steeds niet accepteren. En als je gewoon naar de chat gaat van Origin. De Origin heeft chat. Je uitgenodigd, maar dan kan je nergens op accepteren klikken. Nee hoor, ik kan er niet op klikken. Zowel niet op weigeren als op accepteren. Oké. Okay. En in de chat, als je naar de chat gaat tussen ons twee? Ja, probeer ik wel. Nee, ik kan niet meespelen. Gingen de server vol is ofzo? Nou ja, is die toch afgelopen. Ik vote voor Argon Forest. Ik krijg je. Het is echt zo waardeloos, jongens. Trial. Nou, ik ga eventjes mijn braadworstjes maken. Ik ben er zo weer. Oké. Okay. Microphone muted. Blijf gewoon lullen. Ik bedoel, alles loopt gewoon door. Trial. Microphone muted. Dat was een zumachen, ja. Trial. 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 Ah, hey, meespelen en party, dan kan ik. Trial. Trial.
Trial. Ich warte seit Wochen auf diesen Trial und tanz vor Freude. Ja, dasselbe Spiele. Als wär's Trial. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen. Trial. Wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Trial. Durch das Gedränge der Menschen. Trial. Bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, durchzudrehen. Wo die anderen warten, Trial. Um zu starten und abzugehen. Trial. Trial. Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. Trial. Trial. Microphone activated. Hallo. Hallo, Fred. Ah, ich dachte wie diese. Ach so, die Toten Hosen. Ja, ich herken deze muziek natuurlijk. Jij als half-Duitse? Ja. Ja, ik heb die Toten Hosen heb ik live gezien. Die zijn tering geld. Gewoon geweldige band, echt waar. Ja, de Korte Broekenband. Dat betekent die Tote Hozen, Korte Broek. Ja, Tote Hozen. Hey, kunnen we weer opnieuw even kijken? Opnieuw uitnodigen, please? Ik heb juist jou gevolgd in de uitnodiging. Ja, maar ja, ik ben natuurlijk weer weg, hè. Omdat ik natuurlijk te lang bezig was om mijn geile worstjes klaar te maken. Waarvan ik er nu eentje in mijn mond ga steken en gewoon keihard aan gaan zuigen. Klinkt heel fout voor alle bekende redenen. Mm-hmm. Kijk maar eens naar de livestream.
Weet je, dat doet ook even op groot scherm, weet je wel. Ik heb ook even voor het gemak Dirndl opgezocht. Maar dan krijg je wel heel wat leuke plaatjes in. Zeg. Nou, ik zou zeggen, kijk naar de livestream eventjes. Ja, die heb ik hier nog openstaan. Zo'n itty bitty bordje in zijn handen. Halve te likken. Oh, jongens, jongens, jongens. Mooi, ah. Het trekken eraan werkt wel, komt allemaal vet uit. Ja, dat zal, ja, dat zal heel wat uitkomen, ja. Divi Mädel und das Oktoberfest, ja. Zoveel buitenlanders bij het Oktoberfest, klopt helemaal niks van. Klopt. Van Aziaten en weet ik wat allemaal. Ja, echt, die moet nog gewoon per direct doodvallen, echt hoor. Ja, helemaal niks met het Oktoberfest te maken. Dat is onzin. Ik zit alleen wel op de enemy team. Trial? Kan ik naar jou switchen, wacht eventjes. Dit zijn de mini Turingen braadworsten. Rosta braadworsten. Oké, ik ben nu geswitcht. Gemaakt in Nürnberg. Ik moet even bij jou de team. Dus dat... Ja, weet je wat er gebeurde? Jij klikt op het knopje switch en ik kom bij jou in het team en jij switcht je terug. Het Zeppelinplatz in Nürnberg. Ja. Ja, ja, ja. Het nazi-expositie-geval. Ja, zo komen ze dan wel heel dicht in de buurt. Daarnaast ligt trouwens het stadion van FC Nürnberg, zag ik vanavond. Want ik, toevallig was ik het aan het opzoeken. Want ik zag een van de documentaire daarover. Mm-hmm. En toevallig was ik aan het opzoeken, waar ligt dat nou precies? Maar dat ligt... Het gewone voetbalstadion. Geweldig toch? Het grootste deel is wel afgebroken. Vroeger was het helemaal rondom tribunes. Maar dat schijnen ze wel helemaal afgebroken te nemen. Of opgeblazen of weet ik veel wat. Klopt. Maar een groot deel, het grootste deel staat er eigenlijk nog. Het baast me eigenlijk helemaal niks hoor, waarom ze dat gedaan hebben. Wat? Dat afbreken en zo, dit shit, dat verbaast me niks, man. Wat? Ja, oh, ik ben dood. Waarom ze hebben laten staan, weet ik eigenlijk ook niet. Waarschijnlijk gewoon, net zoals in Polen, het boeit ze niet, het interesseert ze niet, laten we lekker staan. Misschien dat is een soort museum, maar er gebeurt nu eigenlijk helemaal niets mee. Dat, zeg maar, dat, die ruimte daarvoor, het plein of opstelplaats, die is helemaal in gebruik genomen als parkeerplaats. Ja. Ja, er gebeurt eigenlijk niks mee. Nou, bier maakt je wel hongerig. Ja, hè? Ik kan me niet voorstellen hoe jij je nou voelt na zo'n half liter bier. Dat is gewoon echt honger. Nou, ik heb een hele zak chips op. Ik heb nou geen trek meer. Een beetje last van mijn maag zo. Nou, die liter ging er goed in hoor. Maar bij dat Oktoberfest heb ik ook wel gewoon een dik 4 liter op hoor. Ik bedoel, van Zuid. Ja, joh, maar dan krijg je alles in liters en dan zit je ook nog een keer. Dan eet je erbij, dan ben je te praten, dan gaat het automatisch wat harder. Nou, ik had echt moeite om de Duitsers bij te houden hoor, en ik ben nog. Ja, die drinken wel, joh. Die zuipen echt. Zuigen? Ik ben een heerlijke zuigertje aan de chat, ja. Harry? Ja, ja, geweldig, jij. Lekker zuigen. Pietrin. Ja. Ja. Zuigen, Krik. Zuigen? Ga je als keihard zuigen? Ze zuigen. En dan moet je nou de hele dag aan zuigen? Ja, de hele dag weer rondlopen. Die zou ik gelijk wegdoen. Nou, zo'n wijf zou ik meteen wegdoen. En hij had het niet eens door, geweldig. Mooi met Ronald. Ronald heeft gewoon de maling genomen waar hij bij stond. Jona begreep hem gelijk.
Ja, iedereen begreep het. Ronald, die geweldig. Want... Alfa Ronald. Kom we naar de muntenverzameling te kijken, omdat het Duits was. Hey, je moet even op een tjoek-tjoek spannen, want ik bestuur hem. Oh, toch niet meer. Oh, bestuur hem nog steeds, maar... Hij zit toch vol. Ja, dat maakt je wel een beetje slaperig. Nou, ik hoef geloof ik nog niet naar bed, dus we kunnen nog even doorstreamen. Nee. Nou, we moeten ook wel een beetje goed maken hè, voor de dagen dat we niet gestreamd hebben en gegamed hebben natuurlijk. Ja. Maar donderdag kon ik niet, want het was gewoon veel te laat thuis. Ik heb ook een paar dagen geskipt, omdat ik gewoon moe was. Ja, en gisteravond dacht ik zo, ja sorry als ik om 9 uur op moet, dat gaat mijn lichaam gewoon niet trekken als ik wel nog ga gamen. Nee, daarom. Ik dacht maar, ik heb soms ook gewoon zin om 10 uur naar bed te gaan of zo. Gewoon brak. Nu helemaal, voor mijn vakantie voel je altijd extra moe. Nu ben ik gewoon echt. Want je nu gewoon niet gestrest bent, nu weet je dat je niet 2 weken lang niet hoeft te werken. En nu voel je gewoon die vermoeidheid. Gewoon in je lichaam inzakken, zeg maar. Dat voel ik echt zo brak. Maar dat gaat nog wel een paar dagen duren voor Downhaven. Morgen ga ik ook heerlijk wakker om 10 uur. Ik wil nog even een uurtje blijven liggen. Ah, oh, lekker joh. Maar ik moest even brood halen. Denk, ja, dat kan niet. Lekker hoor, dat is gewoon even. Heerlijk, die braadvorst is echt geweldig. Het is lekker warm, de regen tegen de ramen. Oh. Gewoon denk van, ik blijf er nog even in liggen. Nou, ik was vanmorgen kwaad hè. Ik heb het openbaar vervoer gisteravond gecheckt. Weet je wel, welke bus ik moet pakken en hoe laat, weet je wel. Ik weet het wel, maar het is zaterdag, weet je wel. En zo vaak reis ik op zaterdag niet met het openbaar vervoer naar mijn werk. Dus dan zegt hij zo en zo laat, moet je vertrekken. Kom je een fucking Wageningen aan, staat de bus al klaar, wilt u wegrijden? Richting Ede-Wageningen, weet je wel, lijn 88. Mooi. Wat blijkt nou, is de informatie op 9292/NS zo zwaar verouderd, dat hij alleen op de bordjes nog geldig is. Het is omdat zo leuk, stel dat ik had besloten vanmorgen om toch 5 minuten later te vertrekken, want de bus... Want ik dacht zo van, als ik nu vertrek ben ik te vroeg, maar ik ben toch maar uit zekerheid eerder gegaan, dan had ik die bus ook nog gemist. Ook niet echt zoals het hoort hè, als alles niet klopt. Nee, ik was echt kwaad hoor, echt. Zwaai hoor. Ja, het is hier ook wel eens gebeurd. Dan gaf OV92 andere informatie aan omdat er bij de bushalte stond. Daar vertrouw ik helemaal nooit meer op. We hadden zo'n app bustijden.nl en dat werkt altijd prima. Die is altijd accuraat, met vertragingen. Ik vertrouw nooit meer op die halte staartjes. Daar komt nooit meer van. Alhoewel, de laatste jaren gaat het wel goed, man. Ja, maar toch, het is super vervelend hoor. Ja, het is irritant. Ik denk als hij maar om het 1:30 uur gaat of zo. Ja, lijn 88 gaat. Kijk, lijn 88 in Wageningen gaat om het kwartier, zelfs in het weekend. Dus daarover ben ik niet bang, maar. Nog irritant, dan moet nog 10 uur wachten. Ja, klopt. Ik ben uit de trein gestapt ook, was ik klaar mee. Ben ik hier op zondag altijd zo pissig over? Altijd om het 1:30 uur die kutbus. Ah, vreselijk. Dan is het nog zo vol 's morgens, weet je wel. Dan sturen ze een enkele bus. Gewoon zo'n klein normaal busje. Stam vol. Van voor naar achter, mensen moeten staan. En dan sturen ze nog een enkele bus, terwijl ze ook geleden bus hebben. Maar ja. Nooit op mijn lijn sturen ze een dubbele bus. Altijd die. Die kalenderbussen. En het is zo'n drukke lijn naar Amsterdam. Zeker zondagmorgen, want heel veel mensen moeten gewoon werken op zondagmorgen. Ze gaan allemaal richting Amsterdam. Nu gaat hij tussen, nou het is het 9:30 en 10:30, gaat hij ineens wel om het kwartier. Nou, het is zo'n lijn 88, die rijdt zelfs op vrijdag en donderdag. Dubbele bussen, weet je wel. Ja, dus in plaats van dat er 1 verlengbus is, zijn er gewoon 2 verlengbussen aan 300 plaatsen in totaal. Ja. Maar die bus zit gewoon propvol. Weet je wel, dus ja, ik heb ook wel eens een keer gehad, weet je wel, sta ik bij de halte. Zegt ja, sorry bus voor, hij rijdt door. Ja. Maar dan voel je ook wel genuit hoor. Ja. Ik ben in Leiden ook heel vaak naar mijn werk. Al die studenten erin. Zwaai hoor. Terug naar huis om 5 uur, de bus is ook vol, rijdt die weg. Helemaal vol van voor naar achter. Ja, echt.
Nou, gelukkig rij je daar wel 3-4 bussen per uur langs. Ik zag laatst een hele leuke tekst. Even kijken over het nummer van Guus Meeuwis. Ik denk, weet je wel. De realiteit, ja. Hoe echt is het nummer? Nou, het nummer is zo fake als ik weet niet wat. Weet je wel, hoe hij dat nummer heeft gewoon even onderzocht, weet je wel. Van wat hij er allemaal in zegt. Hij zegt, nou, dat klopt niet. Nou ja, de NS, dat rijdt nooit door en door, want dat kan gewoon niet. Want er is constant seinsporing, dus dat klopt al niet. Seinstoring is ook iets waar deze heel erg dol op is. Zitten in de trein, tijdens de spits. Nou, hey, dat kan helemaal niet. Als je snel bent, je wel zorgen dat je de eerste instapt. Met het been op het andere. Dat lukt wel. Nou ja. Ik stel me altijd heel strategisch op bij de juiste deur. Ja. Ik weet precies waar die trein stopt meestal. Ja. Stel ik me altijd heel strategisch op bij de juiste deur. Dan heb ik bijna altijd een zitplaats. Dan weet ik, ik ga dan op vier plekken zitten. Dan wil ik dat niemand zitten. En dan pas ik er precies tussen met mijn tas. En dan heb ik toch voldoende ruimte in mijn armen. Want anders zitten we een of andere dingzak naast me. Ja. Een vetzak naast me zitten. Die gewoon, wanneer had ik het nou? Donderdagmorgen volgens mij? Ook een of andere... Ja, een beetje zo'n juppige kerel. Oh, en die ging ook gewoon met zijn armen zitten duwen, weet je wel. Die ging naast mij zitten. Ja. En het raam, want ik ga al nooit bij het raam, want dat past sowieso al niet. En dan ging hij ook een beetje met zijn armen zitten duwen, weet je wel. Mm-hmm. En dan voel je echt gewoon dat hij zo zit te douwen. Ik maf, Kees, flikker op, man. Ah, ik heb overweek Bunny gekild, jee. Ik vind dat zo'n bullshit als iemand dat gaat doen. Klopt. Je gaat er toch zelf tussen zitten? Ja, als het niet past, ga je toch ergens anders zitten? Ik ga nooit naar zo'n dik iemand zitten, nooit. Vreselijk. Want ik weet van tevoren al dat dat niet past. Maar ze stinken altijd ook nog, die vette mensen, dus... Ja, stinken en ze zijn gewoon vet. Ze passen er gewoon niet tussen. Ja, dan weet je gewoon dat je klem zit, weet je wel. Als er geen plek is, oké. Okay. Maar als ik kan kiezen, ga nooit naar zo'n dik iemand zitten. Nee. Ik zie altijd een dun meisje uit. Zo'n tiener die naar de hogeschool gaat of zo. Want die zijn tenminste mager, daar pas je tenminste naast. Anders zit je altijd klem met een of andere vetzak. Klopt. Sommige mensen vinden het nog lekker ook, hè? Die gaan lekker tegen je aan zitten zo. Hou op, echt. Die vinden het echt helemaal prima, die denken het lekker warm, weet je wel. Daar. Ik denk dat de muziek alweer bijna af begint te lopen. Het is een anderhalf uur of zo dat ik heb gedownload. Maar ja, anders staat ik gewoon de playlist weer opnieuw. Maar het zeggen, staat het gewoon opnieuw. Prachtige Duitse muziek, nog een keer horen. Nou, we kunnen morgen nog wel een verlengde doen van deze stream. In de avond, gewoon een klein stukje nog. Oh ja. Om de stream helemaal compleet te maken, weet je, zonder technische problemen. Nou ja. Ik hoef nou nergens heen, dus dat maakt het niet uit. En ik hoef maandag pas om 10:00 te beginnen, dus ik hoef pas hier om 9:15 weg. Oh, maar kun je ook niet heel veel naar bed? Nee, daarom, dat doe ik sowieso toch niet. Ik werd donderdag nog gebeld voor die laatste sollicitatie die ik had gedaan. Ja. En was het ook weer, we zijn overgenomen door die. En dan gaan het nu intern oplossen, want daar hebben een paar mensen niks te doen. Oké. Nou, goede reden. Whatever. Ja, ik had er toch al niet zoveel zin in, want het salaris dat ze wilden bieden was toch al weinig, dus Wil je meer of minder Marokkanen? Nou, dat laat nog meer of minder salaris? Minder, oké. Okay. Gaan we dat regelen. Nee, want ik noemde mijn favoriete getal. Ik heb weer bij een ander gesolliciteerd ook. Mijn favoriete getal, bij de recruiter. Die zei, dat valt keurig binnen onze range. Oké. Okay. goed. Wel redelijk salaris voor een ervaren iemand. Ja. Toch 10.000 euro meer dan ik nu heb. In een jaar. Hoppa. Kassa. Ik heel veel meer moet doen. Nou ja, je moet wel hard werken. Dus geld tegenover staan. Er is ook nog eens een advertentie op Facebook, weet je wel, van geef mensen aan of bedrijven aan die illegale software gebruiken. Ja, dat heb ik ook gezien,
En dan zie je, je bent nog geen fucking NSB'er, weet je wel, dat soort... Ja, precies. Oh, geweldig! Wel lekker elkaar verraden, hè? Het is echt zo'n... Hollands. En ik zeg, ik heb ook een reactie opgelaten, weet je wel. En die is ook gelijk door de moderator verwijderd. Ik zeg, fucking NSB'ers. Ik zeg, jullie moeten je godverdomme kutnaam veranderen naar NSDAP of zo, of naar een neonazisch comeback. Is dat niet de Business Software Alliance of zo? Maar dat is toch Amerikaans? Mm-hmm. Maar is dat helemaal niet Nederlands? Nee, maar ze hebben wel rechten in Nederlands, want op 90% van de software, of Duits of Nederlands, maakt niet uit, maar ze hebben Amerikaanse copyright. Dus Amerika kan daar degelijk wel wat van zeggen. Oké. Okay. Omdat de software daar geregistreerd staat heel vaak. Ik dacht dat het Amerikaans is, Business Software Alliance. Ja, is Amerikaans, klopt. Alleen als Microsoft hier bijvoorbeeld Nederland bijvoorbeeld zijn licenties uitgeeft, die licenties zijn gerechtvaardigd in de VS en in Nederland. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit, dat is toch geregistreerd in de VS, dus... Maar ik zal dat nooit doen, fuck off. Ook als ook het bedrijf nog ze haat, ik ben geen NSB'er. Oh wel. Als ik een Jood zou aan kunnen geven. Oh. Ja, sorry, dan moest ik er ooit als een doorgooien. Moest gewoon. Ja, maar dat is elke kinderachtig om zoiets te gaan doen. Flik er lekker op. Ja, ja, echt. Ga dat zelf maar uitzoeken. Misschien moet je het niet zo duur maken. Dan kan deze ook niet kopen. Ja, zei iemand ook. Ja, als iedereen nou stopt met dat illegale Netflix, krijgen we dit gekanker niet. Ik zeg zoals bedrijven zoals Netflix, maar alle content gewoon beschikbaar stellen zonder al die weken wachten. En dat wij gewoon alles in één regio beschikbaar hebben, niet de constant regio-blokkades. Ja, als daar eens mee ophouden. Ik zeg ze, als dan Netflix 15 euro per maand zou vragen voor alles, je hebt mij gelijk als klant. Ja. Ja, dat gaat nooit gebeuren. Ze kunnen veel te veel geld verdienen aan al die landenrechten en zo. Maar landenrechten, zeker individuele rechten per land, het is zo ouderwets. Top. Echt, er is geen hond meer die het op zo'n manier nog denkt tegenwoordig. Zo'n ouderwets iets, die hele auteursrechten, dat is zo ouderwets. Klopt. Echt heel ouderwets. Waar dingen grensoverschrijdend zijn en op allerlei manieren klopt. Mensen via internet dingen delen en dan komen zij met landenrechten aanzetten. Het is echt of we terug in de tijd gaan, joh. We gaan echt terug in de tijd met dat soort auteursrechten. Dat is recht op muziek, die zijn ook levenslang. Recht op geneesmiddelen zijn er jaren 5, 6? Ligt aan de rechten op muziek, dat ligt aan welke rechten je koopt, hè? Want bijvoorbeeld, ja, tenzij je een band bent zoals de Eagles of zo, met Hotel California, ja, daar heb ik echt een klacht over ingediend. Ook bij het management van ze. Ik zeg zo, dude. 50 jaar oud of zo? This song is more than 45 years old, yeah. Come on! Quit it! I'm not gonna pay any copyright for this song, I love you die as... Die hele auteursrechtenwetten zijn zo verouderd. Ik heb ook al gezegd van, I love you as a band. You're really great, I really want to see you live again. But, come on, you guys are ridiculous. 25 jaar oud, precies. Kijk, en Rams... En medicijnen is de patent na 5, 6 jaar voorbij. Maar muziek duurt die eeuwig. Ja, Rammstein bijvoorbeeld doet er niet zo moeilijk over. Die zegt van, oké, wij nemen jouw ad revenue. Prima, weet je wel, dat doet Rammstein. Maar Metallica vindt het ook geen probleem, althans vroeger wel. Ik moet zeggen, dankzij Metallica is dat hele muziekwet nog scherper geworden. In 2000, met het hele Napster verhaal. Waren zij daar zo... Ja, Metallica was boos hoor. Ja, Metallica was heel boos op illegale downloaders. Waarom? Omdat ze vonden dat schending was van hun eigen rechten. Want zij zo van, we are making the music. We are living from it. Nou ja, ze hebben wel gelijk natuurlijk. Ja, toen dacht ik zo van Metallica is een band, die zijn fucking multinationals. Ja, die zijn multimiljonairs. Jezus, wat willen ze nou doen? Ik begrijp best dat je je intellectuele eigendom een beetje wil beschermen en dat je cd's wil verkopen, maar zouden ze nou werkelijk zoveel minder cd's verkopen omdat ze... Nee. Omdat ze mensen muziek downloaden van ze, mensen die muziek van Metallica downloaden, die over het algemeen... De harde diehards kopen toch wel de cd's. Ik heb ze allemaal aan de kast achter me staan. Allemaal, alle Metallica cd's. Alle Rammstein cd's en ik download ze ook. Maar ja, dat maakt niet uit, ik heb toch wel de cd gekocht. Dus ik heb ook recht op een downloadversie, vind ik persoonlijk. Het is zo ouderwets, die hele auteurswet, het zit zo ouderwets in elkaar. Het is echt nog ingericht op, weet ik veel, 30, 40 jaar geleden. Komt, ik pak even wat drinken weer bij, maar tot zo.
Trial. 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 Yo, daar ben ik weer. Is het bot afgelopen? Trial. Ja, de bot is afgelopen. Ik ga de bot even opnieuw starten. Moment. Hallo! Herr Mark! Hallo Mark! Ik ben terug! De muziek is weer opnieuw opgestart, yay! Ik ben even een piepje mag. Ah. Ja, het blijft wel een liter vocht, dus Ja, ik heb ook weer een nieuw biertje gepakt. Ik heb nu maar even een licht biertje gepakt, een citroenbier. Ja, ah ja. Het eerste video gaat als 8,5%. Dat ook wel. Ja, ik vind dat 6-7% vind ik nog te doen, maar zodra het meer wordt, denk ik gauw van te veel alcohol. Nou ja, ik vind een alcohol, weet je wat, mijn moeder heeft mij geleerd hoe bier moet zuipen. Weet je, mijn moeder heeft mij geleerd hoe je alcohol moet drinken. Sterker nog, mijn hele familie die kan zuipen of niet in Tokio. Echt waar. Ja, maar ook voor mijn familie, weet je wel, die kunnen zuipen hier in Tokio en er gebeurt niks mee. Die worden niet lastig of zo. Die worden wel wat vrolijker en zo. Maar die stappen ook nog even stom dronken achter het stuur, weet je wel, rijden gewoon naar huis, weet je wel, niks aan het handje. Geweldig. Ja, sommige mensen kunnen er beter tegen dan anderen. Ik kan bijvoorbeeld heel veel whisky hebben. Whisky kan ik heel goed hebben. Ja, zodra het sterker wordt, dan heb je ook minder last van. Tenminste, uiteindelijk wel veel last van. Uiteindelijk wel, maar... Ik moet heel veel naar de wc gaan, dat heb ik dan met sterkere drank niet. Ik ook niet, heb ik alleen maar bier. Met bier heb ik toch heel veel. Ja, zei ik mijn ongeluk. Maar als ik gewoon een heel glas whisky erachterover sla, nou... Oh, maak me alsjeblieft niet jaloers, man. Ik wil bijna mijn fles whisky opentrekken. Ja, whisky ook wel een keer drinken.
Maar ja, ik heb nu bier, dus ga ik een whisky achterna drinken. Ja, nee. Zonde. Maar geniet de whisky, hè. Sowieso. Ik heb ook gezegd, hè, tijdens de kerst, weet je wel, als ik bij Ziggo werk, neem ik een fles whisky mee voor iedereen die werkt. Gaan we whisky drinken voor degene die dat wilt. Gewoon whisky tijdens het werk, ja, dat moet kunnen, vind ik, met kerst. Heb ik gevraagd aan mijn manager en dat vond ze wel prima. Ik heb trouwens gisteren een heel positief gesprek gehad met mijn manager over mijn verloop. Al mijn dingen zijn uitmuntend. Dus je hebt voor verbetering vatbaar, oké, of onvoldoende, verbetering vatbaar, goed en uitmuntend. Op heel veel dingen stond ik op uitmuntend. En vooral omdat ik nieuw ben en ik een hogere customer satisfaction had voor de meeste mensen die net starten. Nou, oké. En ik was heel klantgericht, heel oplossingsgericht en ik was heel technisch. Ik ben ook technisch aangelegd. Ook heb ik dan officieel daar alleen de admin skill. Dus weet je, facturatie shit en activatie en mutaties. Oftewel, de luxere term heet GS Billing en Mutaties. Dat is de officiële naam. Maar ja, ik vind admin gewoon wel duidelijker, ook voor mijn collega's, dan GS Billing en Mutaties. Maar ja, ik krijg dus binnenkort de opleiding voor de skill video. Nu kan ik mensen er ook wel mee helpen, maar dan krijg ik ook de officiële tools tot mijn beschikking. En dat vind ik toch wel eventjes veel belangrijker. Kijk, ik kan mensen illegaal op weg helpen en dat doe ik ook wel eens. En ik kan mensen helpen met video, ik kan dingen resetten, maar ik ben beperkt door het programma eGlue dat wij gebruiken. Ja, maar ja, je wil je liever niet doen. Nee. Ja, het is toch positief als ze heel tevreden met je zijn. Nou. Ze moeten altijd wat te zeuren hebben, dus er is altijd wel wat voor verbetering vatbaar. Ja, zou ik al van mijn nawerktijd, oftewel toch. Ik zeg, ik ben gewoon een relaxed persoon. En mijn sales gaan ook omhoog. Ik had gewoon deze week 10 sales. Ik kan me niet herinneren hoe ik die heb gemaakt, maar... waarschijnlijk heb ik gewoon echt mensen wat aangesmeerd, maar wel met echte realiteit erachteraan. Ja, ja, la, la, atembloed. Daar was Finja altijd zo knettergek op, hè, dit nummer. Ja, atembloed. Atembloed. Dacht ik laatst ook een foto van in WhatsApp, volgens mij. Van Finja? Oh ja, ja, ja. Ja, die is wel ouder geworden nou, hè. Ze is 19. Een beetje vrouwelijk aan het worden. Is dat echt nog een klein meisje? Klopt. Nou, ziet ze al ik heb ook, ze had ook wel eens foto's gestuurd, weet je wel, dat ze nog in, op school zat, weet je wel. Ja, ja. En die heb ik dus even vergeleken, dat is een stering, hè, die is gegroeid. Maar hoe oud is ze nu, 19, 20 of zo? 19. Maar toen wij haar kennen was ze 16 of zo, zoiets? 14, we leerden haar kennen als 14-jarige. Ja, heel jong nog, ja, precies. We kennen haar net zo lang als Toxin. Oh ja. Ja, Toxin was ook 15 of zo? 14 toen hij ons niet leerde kennen. Potje. Ja, dus ja, dan zie je wel hoe lang we al wel niet overweg gekomen met de Teamspeak, echt. Ja, maar Toxin is er ook al vanaf 2010 of zo? 13 leren we hem kennen en in 2014 is hij echt gejoined. Hij kwam in 2013 wel eens mee op B&B met UK Tessa. Oké, met Tessa? Was, maar ja, hij kwam met UK Tessa kwam hij mee. Hun waren bevriend geraakt. Tessa. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog steeds. Ik weet ook exact waar hij nu hoor. Die zomaar weggegaan. Wonderbaarlijk, ja. Een van de meest wonderlijke dingen. Andere mensen gingen vanwege een ruzie of... Er was al duidelijk dat ze niet helemaal happy meer waren en worden hij. Ja, ik vond het echt het vaagste van allemaal hoe hij verdween. Ja. Maar ook zonder duidelijke aanleiding of zo. Ja. Echt zonder, ik vind het echt nog steeds zonder enige aanleiding. Op een gegeven moment was hij gewoon weg. Toen Finja erbij kwam, toen was hij in één keer weg. Ja, het werd volgens hem denk ik wat ik aan moet nemen te kinderlijk. Maar ja, we zijn... Een beetje seks praten of zo, maar is dat nou een reden om meteen helemaal weg te gaan, alle vriendschappen te verbreken en... Ja, weet je, we hebben ook altijd gezegd, we are an open community, dat heb ik ook altijd gezegd. Iedereen is welkom, althans, we hebben wel een leeftijdsgrens. Ik bedoel, ik wil geen 9-jarigen in de chat hebben. Hoe vaak was Finja nou bij ons aan het meespelen? Ook niet zo vaak. Nee, maar wel altijd aan het geilen, dat dan weer wel, maar... Ja, oké, maar ja... Want jij moest het maar doen met haar moeder. Ja, dat heb ik nog voorgesteld, ja.
Ik heb wel een leuke moeder voor je, zei. Nou, ik heb wel eens gehad dat ik 8 of 9 jaar, 10 jaar op de Teamspeak kreeg hier. Want ze hadden mij gevonden via via, weet je wel. En die heb ik gewoon echt daadwerkelijk gewoon gekikt. Met de melding van come back if you're older. Dat is de bedoeling, ja, precies. Come back if you're 12 or older. Gewoon omdat wij toch best wel grof praten hebben. Nou vind ik ook zo van 10 jaar heb best wel tot je penis gehoord. Maar ja, okay. Dat soort kinderen wil ik een seks en joden en weet ik het allemaal. En we menen, kijk, het feit is, we menen er allemaal helemaal niks van. Nee, maar die kinderen kunnen wel denken dat we het echt menen natuurlijk. Oké, ik ben wel 100% anti-Nederlandse overheid. Rutte mag van mij per dood vallen. Als hij hier neervalt in de straat en ik krijg een appje om hem te reanimeren. Met alle respect, ik zou hem gewoon laten liggen. Ook al weet ik dat ik hem moet reanimeren, ik zou hem gewoon laten liggen. Dan zou ik eerst vragen van, gaat hij de belasting omlaag gooien? Ja, als ik zeg, gaat hij de belasting omlaag gooien? Gaat hij stoppen met al die bullshit? Klinkt 3 keer en dan weet ik dat het ja is. Ja, wanneer wordt de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderpartij eens een keer legaal? Nee, maar echt, weet je, ik bedoel, ik ben anti-overheid, ik ben punk, dus dat is reëel. En dat zeg ik ook altijd, ik ben anti-overheid. Als je mij uitspraken hoort doen, dan meen ik dat wel. Maar wij zijn geen nazi's. Nee. We hebben het er wel altijd over, maar dat is gewoon voor de lol. Ja, gewoon weg omdat... Ja, nou, Duitsers... Ja, het is wel een geintje, niks meer, niks minder. Weet je wel, en kinderen, jij kunt dat natuurlijk heel anders opvatten. En die kinderen waren ook gejoined... seks... Ja, en die kinderen waren ook gejoined door een video van ons, weet je wel, waar wij zoveel lol hadden en ook die grappen maakten. Daarop waren ze gejoined. Met al due respect, die kinderen waren ook Nederlands. Weet je wel, ik denk zo, ja, voordat ik die kinderen ook nog daadwerkelijk in het echt ken, wil ik gewoon echt geen problemen meer hebben. Dus gewoon hup, weg ermee. Hup. Kik, kik, kik. Ik heb gezegd van, ik heb zo gezegd, weet je, moet er hier wel van? Ik zeg zo, dit is een vrij grove teamspeak. Ja, maar terug als je 16 bent. Mijn moeder weet dat ik op teamspeak zit. Ik zeg zo, ja, dat mag ze wel weten, maar dit is best wel een grove teamspeak. Ik zeg zo, kom maar terug als je juist voor 12 bent. Ja, precies. Ik zeg zo, dan ben je wel aan toe om nog wat grove onderwerpen te horen, maar dit is te vroeg. Ja, misschien krijgen we nou eens wat meer leden met Call of Duty. Ja. Ja, Call of Duty ga ik pas aanschaffen op het moment dat mijn voeding binnen is en mijn voeding gemonteerd is. Aha. Die heb ik besteld uit Duitsland, want toen was die in Rabat. Oh ja. En die 50% reduceert. Voeding ga je kopen? 650 watt heb ik besteld voor 45 euro. Plus 5 euro verzendkosten. Duur. Ja, vond ik goedkoop. Modulair. Corsair. Oh ja. Volledig modulair. Altijd goed. Is wel 2 weken leeftijd, dat vond ik wel, maar ja, boeiend. Ja, maar goed, als je rekening mee kan houden, is het niet zo erg. Kijk, tot die tijd houdt deze tijdelijke voeding, OEM-voeding, het wel voor. Ik bedoel, ik moet hem alleen niet te hard pushen. Ik speel ook nu een 27p. Ook al is dit wel een 560 watt voeding van die OEM, ja, hij is gewoon niet gebouwd voor de hoge belasting. Nee, het kan ook aan de aantal rails liggen en zo van binnen. Ja, dat ding is niet duur van binnen hoor. Het is echt OEM. Dat merk je aan de kwaliteit. Ik heb hem open gehad. Ik heb alles is goed. Ik heb alleen één dingetje vervangen. Een spoel heb ik vervangen. Maar ja, dat is gewoon kinderspel voor mij. Die soldeer ik erop en... Oh ja, ik heb ook wat andere dingen in die OEM voeding vervangen. Was niet nodig, maar ik dacht, ja, ik heb toch zware onderdelen met PC zitten die zwaar toch stroom vreten. Ja. Dus ik heb bepaalde dingen veranderd die wat meer wattages aankonden op bepaalde wisselstromen. Dus je kunt gewoon, ja, niet dat hij dan opeens krachtiger wordt. Maar ja, die dingen kunnen gewoon meer aan, die spoelen en die condensators en... Condensators? Ja, die kunnen wat meer hebben nu. Omdat ze gewoon net wat krachtiger zijn. Ja, je moet wel een beetje kwaliteitsspul hebben, want anders is het heel gauw weer kapot. Ja, en als ik mijn voeding binnen heb, bestel ik de game, pre-order ik hem en dan is het allemaal prima. Hey.
Ja. Wel weer 35, 40 gigabyte die... Ja, daarom. Ik ga waarschijnlijk ook even een die snelle 8 terabyte harde schijf waar ik dus nu Apple gedeeltelijk op heb draaien, die ga ik dan weer even wissen. En dan gooi ik daar het spel gewoon lekker op, want ja, mij boeit het echt niet of het van harde schijf SSD draait. Ik weet dat er snelheidswinst in zit, maar... Het laat wel sneller, maar voor de beelden valt het volgens mij wel mee. Ja, maar het is een best wel snelle 8 terabyte. Jazeker. Ik druk per ongeluk Alt-Control in, Alt-Shift in, dus vandaar. Ook, wat is het nou? Gisteren heb ik allemaal games zitten verplaatsen naar andere schijven ook, omdat mijn 1 terabyte SSD, die was bijna helemaal vol. Omdat ik nog 100 gig over had, maar hij werd heel erg traag of zo daardoor. Ja, dat zit nou ervan. Ik zat er van Windows, het was heel erg traag op een gegeven moment. Ik heb nu iets van 3-4 games. Naar mijn andere SSD, die praktisch leeg was. Ja, op het moment dat een terabyte harde schijf onder de 100 GB komt, dan wordt die echt traag. Hetzelfde geldt met 500 GB harde schijf, kom je daarbij onder de 30 GB, heb je gewoon een probleem. Ja, maar dat zal die bij die andere niet zo gauw gaan. Maar goed, die heb ik nog en die was zo goed als leeg, er stond niks op. En die andere schijf is ook een terabyte. Ja. Die ouderwetse gewone harde schijf, dat is niet een trage harde schijf, maar ja, een harde schijf is iets langzamer, daar heb ik maar wat... strategy games en met oude zooi opgezet, toch niet, wat toch niet uitmaakt. Ik zeg gewoon heel random, Lederhosen! Nee, in Nederland zijn nog wel steeds Oktoberfesten aan de gang hoor, maar Ja, dat hoop ik graag, want het is best wel populair geworden in Nederland. Ja, kan ik me voorstellen. Heil! Nee, ik bedoel, het is ook gewoon leuk en gezellig en Oktoberfest is het enige waar ik heen ga op 5 mei na wat ik leuk vind. Kijk, uitgaan doe ik niet tenzij het een clanmeeting is, dan ga ik graag. Of met een goede vriend van mij naar de bioscoop en dan van tevoren een La Puerta. Lekker tapas eten, dat vind ik heel erg leuk. Ja, maar zie jij jezelf nog ergens in een... Nee. Ergens een nacht doorhalen in een of andere club. Nee, heb ik me nooit zien doen. Nee, ik heb dat ook nooit zo heel erg gehad en nu ook niet meer. Ik denk nou... Op een Oktoberfest zou ik me best wel tot een uurtje of twee kunnen vermaken. Gewoon even hopsen zo hoepenbaar in de kroeg, maar dat is even wat anders. Ja, ik bedoel, met Oktoberfest zou ik me gewoon de hele avond gewoon lekker kunnen zuipen, lekker kunnen eten, maar dan toch zo kunnen zuipen, dat weet ik voor mezelf, nee, dat ik niet... Nou, dat hou je ook gewoon niet vol, joh. Ja, maar wel gewoon normaal zuipen, weet je wel. Lekker bierpul en lekker... Als je gewoon een beetje tijd tussen je bier laat zitten, dan kan je best wel veel drinken. Zonder dat je echt veel last krijgt. Dan lekker... kan je zo 10 bier of zo naar binnen werken. Dat maakt helemaal niet uit. Als je maar voldoende tijd ertussen laat zitten, want anders... Als je te snel achter elkaar drinkt, dan valt het helemaal verkeerd. Klopt. Dat voel je echt kut gewoon. Na een paar biertjes denk je al mijn maag komt allemaal omhoog. En de volgende dag heb je gewoon pijn in je harses en dan is je hele dag... Dacht ook iemand van Kinderdorf, en ik had best wel biertjes op. Ik zeg zo, het is het festivalbier. Ik had 10 bier op, weet je wel. En getapt bier, hè. Getapt bier is ook altijd makkelijker weg te drinken. Dat scheelt ook en ik zeg zo, het is getapt bier, zei ik ook zo van. En ten eerste, ik sta nog gewoon rechtop. Ten tweede, ik weet 100% wat je zegt. Mijn hersenen werken 100%. Ja. En er is niks meer aan de hand. Want ik heb gewoon normaal gegeten van tevoren. Plus ik vreet nu ook gewoon. Dat, ja. Dat werkt ook wel. Plus ik moet veel zeiken, dat werkt ook goed. Ik zeg zo, dit is het enige voordeel van mijn niermedicatie, bloeddrukmedicatie, is dat het alcohol uitfiltert. Want dat doet hij blijkbaar ook, eentje die ik heb. Ja. Die filtert alcohol. Dus ja, logisch dat ik logisch juist wat meer kan hebben, omdat mijn nieren het niet hoeft te verwerken. Dus althans minder. Dus ja, weet je, ik heb ook wel een beetje een voordeeltje. Ja, ik zeg zo, maar bier is wel zo sterk. Ik drink normaal gesproken alleen maar whisky en vodka. 5%, dat valt best wel mee. Ja, ik zeg zo, ik drink alleen maar whisky normaal gesproken hoor, of echt sterke drank. Ik moet zeggen, ik heb wel eens jenever gedronken, vond ik dat echt niet lekker. Jenever is net vodka, dat is heel sterk. Ik was in 2012 in Polen met een groep vrienden, met de volledige dat vrijwilligerswerk, op het laatste avond. Hebben wij gezamenlijk, ik en de kok hebben gewoon samen 4 flessen wodka op.
En we waren daarna nog helder. Althans, we konden gewoon nog lopen, praten, communiceren. Weet je wel, op normaal niveau. Ze zeiden wel van jullie worden vrolijker, maar ze zeiden zo van dat jullie tweeën beiden ieder twee flessen wodka op kan. Wauw. En toen zei de kokje van ik kom uit een alcoholfamilie en Ronnie ook. Hij zei als Ronnie geen alcohol kan drinken, dan mag hij zich diep gaan schamen. Geweldig. Nou, wodka ook, niet zo van. Nee, maar het was een echt gezellig, weet je wel. Maar er zat ook al tijd tussen de ene wodka glaasje en de andere natuurlijk. Ja, als je die kleine glaasjes houdt, daar is het ook op gemaakt. We hadden ook die kleine glaasje, weet je wel. Maar toch, ieder had toch twee flessen per persoon bij tweeën. Ja. Maar wodka, nou heerlijk. Zo'n goede wodka kan ik waarderen. Hetzelfde geldt voor goede whisky uiteraard. Hey, die Duitsers hebben na de Teamspeak crash niet meer gejoind. Nee. Moet ik even rekening mee houden, dat zij wel dan dat ik ze weer een re-invite stuur. Maar ik heb ze ook niet in de Facebook chat ofzo, dus ik kan ze ook niet even een bericht sturen van de Teamspeak hier online. Ja, ja, dan wordt het een beetje lastig. Sowieso zijn ze altijd een beetje op zichzelf. Dus. Ja, zelfs een Teamspeak server heeft af en toe gewoon even een restart nodig of een crash en dan werkt hij weer. Zoals ook morgenochtend ga ik hem ook gewoon even restarten om dan de betaalde versie te installeren. Van de muzieksoftware. Hoe leuk ik ook vind om die sexy stem te horen. Trial. Oh, je wilt eerst naar D? Of zullen we eerst A pakken, compleet? Ja, dat kan ook. Ik heb een tankje. Oké, ik loop mee toe. Als ik het nog overleef. Altijd van de huismogol die weer achter me gaat zijn schieten. Ja, want er staat een artillery truck rechts naast je. Achter je, schuin achter je. Rechts. Ja. Nu naar E. Haat die gasten met die artillery trucks. Ze gaan altijd zijn camp aan de zijkant. Zo irritant. Hij is al weg. Zit er nog steeds eentje achter hem? Ja, er zit nog steeds eentje achter dit muurtje, die gaat toch echt dood? Ja, het is echt. Die Tilly Trucks zijn zo irritant. Hij staat hier achter. Oké, zoek hem hier maar uit. Ben je al dood? Hup, ik heb er eentje gedood en we gaan terug naar A. Stoppen! Ik zie daar ook een artillery truck rijden. Echt voor me. Zeker in deze map stoppen ze zich altijd ergens aan de zijkant en gaan dan irritants aan doen. Dit is de D-Tour. Welkom bij D-Day. Ja, nog de hele dag weer rondlopen. We moeten nou al die mensen gelijk doen. Zou ik even afgaan van zo'n wijf. Geweldig, hij had het gewoon echt niet door. En ik zei het ook tegen hem, ik zeg ze, je hebt echt helemaal niks door gehad. Met zo'n wijf het over. Jona begreep het gelijk. Die moest gelijk weer keihard lachen. Die zei het ook van, waar moet je nou de hele dag mee rondlopen? Ik vond het echt geweldig. Rechts, paard. Ja, dat dacht ik dat. Nog steeds die artillery truck. Yep. Ah, die PS4, ja, die heeft mij ook al een aantal keer te grazen gehad. Laat maar raden, die... Doe? Ah, 32-2. Jew Cheetah! Hopelijk begrijp je dat het een geintje is. Oh.
Ow! No loop! Speel je daarna nog één spelletje en dan... Ja, ik ook. Dan vind ik het ook wel mooi geweest. Hoe leuk het ook is. Ja, je speelt het na best wel lange tijd alweer. Ja. Vroeger speelde het nog veel langer, hè. Dan begonnen we echt om... zeker op vrijdag begonnen we om 19:30 of zo. Mm-hmm. Ja, tegenwoordig niet meer. Nee, dan ging het gewoon door tot 12:00. Of langer zelfs nog. Ik met Bauer ja, en al die gasten. Ja, nog wel langer. Meestal stopte ik om 12:00, soms 12:30. Ja, ik ging nog wel eens door met al die anderen rond tot een uurtje of 3-4 en toen gingen wij naar bed. Ja, wel, ja, met die Engelsen soms. Aida bleef vaak nog heel lang online. Ja, maar de chat ook en ook de lol eromheen en het zingen voor Queenie en... Echt de hele tijd maar het zingen, echt geweldig. Het zingen was echt het meest grappige van alles. Ja, maar... Weer die kutte Tillery truck, weer. Trial? Dat hebben we afgelopen. Geweldig, heel veel afgelopen. Nou, die bloem ook helemaal. Chatsy, shake me a photo. For me a... Chatsy, a giga photo. Ook in het Duits vertaald? Ja. Je geef me je foto. Ja, la 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 la. Bijna level 83. Yay! Schatzing, mag ik dein foto? Schatzing, mag ik dein foto? Foto! Ja, la 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 la! Foto! Schatzing, mag ik dein dildo? Schatzing, mag ik dich neuken? En deine dildo in mijn eyes. Oh, hij staat nog op die, al die dirndelvrouwtjes. Schatze, vind mich in die in aarsje. Het lijkt of alle dames die een dirndel gaan dragen, is heel knap hoor. Borsten zo omhoog gesnoerd in die bed. Het zijn inderdaad precies van die pullen die ik besteld heb. Geweldig. Het zijn exact dezelfde die ze daar in hun handen hebben, alleen er staat een soort logo op van welk logo? Organisatie of zo. Ik weet niet, een logo van de organisatie of zo. Van welke foto? Ja, ik weet een of andere foto van Dirndl heb ik opgezocht. Bijbel. Maar het zijn precies dezelfde bierpullen. Schatze, een foto. Je koopt weer. Met deine Dirndl in hand. Er staat ook zo'n tijdje. To. Dit aan een dildo in mijn arsch. Echt waar. Deine dildo in mijn arsch. Deine dildo. Geef me een bier. Geef me een bier. Een bier, hoe snel. Een bier. Bringen Sie mir ein Bier. Ah, geben mir einen Kugelschreiber. Schmetterling? Krankenhaus! Krankwagen! Mark, willst du einen Kugelschreiber? Ein Pen. Kugelschreiber! Ook van een sportieve levensstijl. Wat? Ook weer een rage bij al die wijven, die zitten de hele dag in de sportschool. Echt, ik zie ze ook, weet je wel. Ik was vandaag ook in Wageningen, weet je wel. Ik moest wachten op de kutbus. En dan zie je allemaal bij dat... Fit for free of Ja, het zit de hele dag in de sportschool. En dan zie je ook jongere dames, weet je wel, van ik denk van... Godverdomme, jullie zijn al zo teringslank. Ja, die zijn super strak en dan zitten ze nog de hele dag in de sportschool. Geen wonder ook dat ze geen man vinden, nee, als je de hele dag in de sportschool zit... Dan wordt het ook een beetje lastig. Ik heb daar totaal geen motivatie voor, nooit gehad ook. Ik ben wel eens in de sportschool geweest, ik ben er ook steeds lid van geworden, maar daar niet meer.
Ik zit ook gewoon te denken om te kappen met de dinsdagavondsport wat ik altijd deed. Ik ben toch al een paar keer niet geweest. Dus ik ben er ook wel een beetje klaar mee. Ik vind het wel leuk geweest. Hoeft het voor mij al niet meer. Nou, ik ben al te vaak afwezig geweest en ik werk ook en ik ben gewoon na mijn werk te moe daarvoor. Die mensen het allemaal kunnen en dan gaan ze werken en dan gaan ze s'avonds nog 1,5 uur in de sportschool. Dan kom je thuis en dan krijg je de bed. Plus ik fiets al iedere dag naar mijn werk, dus ik ben al gezond bezig. Ja. Iedere dag 5 minuten naar het station heen en 5 minuten voor het station weer naar huis. Oh, dat is genoeg beweging. Ja. Ik loop de hele dag trappen op mijn werk. Als ik naar de lunch ga beneden, loop ik 5 trappen naar beneden. Zo. Nou, dan ben je al goed genoeg bezig. Sport is gewoon niet nodig. Want je wordt er al voor betaald om heen en weer te lopen. Wel een beetje te vatsig, maar... Ja, dan had je wat meer moeten neuken. Dat willen we allemaal. Dan moet je gewoon iedere dag neuken en iedere dag zo'n zaadlozing naar vast. Dat zou ik net doen, ja. Maar ja, helaas. Dat gaat niet door. Die vliegen gaat niet op. Nou, als je iedere dag een hoedje bestelt... Gaat de vliegen, die gaat niet op. Ja, wat jammer. Maar dat kost geld. Ik wil gewoon gratis. Neuken? Je geld er dan uitgeven. Nou, ach. Nou, je moet wel in beweging blijven, hè. Als je alleen maar thuis op een stoel zit. Maar, Later worden een hele vette gaming admins. De sportschool aan de gewichten hangen? Nee, dankjewel. Nee, ik zit echt te denken om serieus te stoppen met sporten. Alhoewel het zo meer gym, maar oké. En ik ga wel zeggen van als ik gymleraar een keertje moet spelen, prima, geef me een belletje. Want ik heb mijn diploma's ervoor, ik ben gecertificeerd. Nou, jij bent wel gymleraar. Ik vind er ook helemaal geen reet aan, dat hele sporten niet. Het is alleen maar een beetje die domme gewichten te hangen de hele dag. Dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Poos? Nee, het heeft gewoon echt te maken van, in feite, ik ben er gewoon te weinig. Omdat ik gewoon na mijn werk gewoon te vermoeid ben, ook al werk ik dinsdag overdag. Ik ben gewoon te vermoeid, mijn lichaam trekt het gewoon niet. Altijd moe na het dagwerk. Ja, en ik heb dan ook nog wel zo'n hoge bloeddruk, weet je wel. Dus mijn lichaam heeft gewoon zoiets van, ja, ik wil gewoon na het werk, wil ik slapen en s'avonds wil ik niks meer. Alleen maar bier drinken, seks hebben, neuken en slapen. Ja, maar na mijn werk, weet je wel, als ik thuis kom, weet je, heb ik echt helemaal geen zin in sporten. Ja, ook al ben ik, heb ik dan even, als ik thuis kom, ga ik 2 uurtjes lekker chillen, weet je wel, lekker oogje dicht doen, weet je wel, lekker muziek luisteren en whatever. Maar dan heb ik zelf honger als ik thuis kom. Het eerste wat ik doe is altijd eten, want anders val ik gewoon echt om. Dan trek het gewoon niet. Klopt. Heb ik warm gegeten tussen de middag, maar als ik thuis kom, ben ik... 7:30 ben ik thuis. Dan heb ik om 12:30 heb ik voor het laatst gegeten. Mm. Ja, dan heb ik gewoon honger. Ik kan echt niet functioneren zonder dat ik een beetje wat gegeten heb, man. Hoort u? Zo. Gegeten en de boeren vliegen weer op je oren. Nou, mijn winderigheid was ook na 2 dagen weg, eindelijk. 2 dagen, jezus. Ik heb gewoon 2 dagen op mijn werk zitten ruft, jongen. De stromlucht die in je... Ook in je bed thuis, weet je wel. Dan lig je in bed en de stromlucht die hangt ook helemaal een beetje in je... Ik heb ook zelf mijn bed verschoond, gewoon weg. Ja, maar die sportschool mensen, ik begrijp het ook niet. Volgens mij is het echt een soort... cultuurtje of zo, van kijk ons eens in de sportschool zitten, perfecte leven de hele dag of zo, ik weet het niet. Ik moet er echt helemaal weinig van hebben ook, ik vind het helemaal niks. Ik vind sportschool ook niet meer leuk, ik heb het een tijdje gedaan, 2-3 jaar lang. En ik moet zeggen, in het begin vond ik het leuk, maar na een jaartje had ik zoiets van, ja waarom doe ik het eigenlijk? Ik bedoel van, het is leuk, je bent even in beweging, maar toen werkte ik ook niet. Dus ja, toen kon ik het ook, en nu werk ik. En nu heb ik zoiets van ja, ik zeg ze nu bekijk het ook maar, plus het kost geld. Ja la la la, ja la la la. Echt, ja. Nou ja, ach, we hebben in ieder geval Deutsche Schlager. Hagen moet ik. Ik kan ook wel ergere Deutsche Schlager doen morgen. Op Lexa ook de hele tijd, ja, ik hou van gezonde voeding.
Nou, als jij altijd op een blaadje sla wil knabbelen, is prima. Maar dan. Van mij niet meer dan. Verkeerd adres. Nee, weet je wat? Ik hoor het ook op mijn werk, weet je wel. Ook die nieuwelingen, het zitten allemaal gezond te doen. Ik zo van. Weet je, gezond zijn is goed, weet je wel. Ja. Maar overdrijven is ook een vak. Het leeft toch niet alleen maar om heel slank te zijn, of wel? Nee, en dan ben je slank en dan krijg je nog ergens een tumor en dan ben je hartstikke dood als je 50 bent. Nou, heb je heel gezond geleefd en dan val je nog dood neer. Ja. Ik zag ze ook, ik zie ook wel eens kinderen van, ja, ik mag het soep niet kopen, want het is slecht. Zeg ik zo van, koop het nou gewoon, eet het lekker op, wat boeit het nou? Ik zou je morgen of deze week wel eventjes aankomende week even de gegevens geven voor de server. Oh ja. Ik heb gewoon de Zygo antivirus geïnstalleerd als antivirus. De firewall zul je allemaal niet zien. We werken ook altijd. Dan wil je iedereen, heb je wat snoep gekocht of zo, of iets lekkers, weet je wel. Mm-hmm. Dan wil je het uitdelen. En dan zegt iedereen gewoon nee. Er is gewoon niemand die het wil hebben. Niemand. Zeg gewoon allemaal nee. Gewoon dat ze bang zijn dat ze dik worden. En we dan gewoon, eet het dan gewoon op. Je, ik zeg, je eet niks de hele dag. Daarom zit je weer in de sportschool. Ik wil maken je daar druk op. Je bent hartstikke dun. En ja, echt. Hartstikke mager. En je kan ook wel gevulde koeken eten of zo, hoor. Ik bedoel, daar ga je niet dood van. Nee, ik deel ook wel eens wat uit. Doe maar niet, hoor. Doe maar niet. Ik zie ze ook heel veel op mijn werk, weet je. Als ze allemaal pakken sla te eten en dan ga ik... Ja, loop ik naar de counter, weet je wel. Mag ik 2 kroketten en een broodje? En dan zien ze allemaal kijken van... Er zit helemaal niks in, het is echt heel slap. En dan zien ze allemaal kijken van, wat de hel? Ik zeg, ja, lekker toch? Lekker vet, man. Heerlijk, man. Ja, precies, lekker. Ja, volgende week neem ik ook een zak pepernoten mee van 10 kilo. Dat had ik ook al gekocht. Ik heb een zak pepernoten, een zak taai. En ik heb ook een zak kolenflesjes. Ga ik van de week wel... Oh, die ga ik voor over 2 weken wel even meenemen. Die ja, geweldig. Van de week had ik weer gezegd, ja, oh, ik heb keelpijn. Dan heb ik zo'n zak van die autodrop. Van die dubbel drop. Ja, ja, ja. En is drop en wijngum. Wijngum. Oh, geil, man. Lekker. Lekker, joh. En je blijft die dingen eten. En ik uitdelen en allemaal mee eten. Nou, daar word ik dik van. Ja, boeiend. Kan je wel hebben. Ja, ook. Ik zie ook al die... Dat zie je ook op het station, weet je wel. Of 's morgens van... Ja, en I'm a bit too fat, weet je, hoorde ik een Engels vrouwtje zo vanmorgen zeggen, een meisje. Dan keek ik naar haar en ik dacht zo, what the fuck, er zit geen vlees aan. Nee. Ik zeg, ik zal niet eens met je willen neuken, denk ik ze bij mezelf, want dan zal ik ze kunnen vastschrijven. Het is veel te dun. Ik zeg, ik zal dat van door midden breken. Het is gewoon irritant schoonheidsideaal van het moment. Ja, denk die hele jonge mensen. En dan zag je ook zo'n dikkere mevrouw kijken van... Fuck it. Lekker weer mijn kopje hoog. Ja, toen dacht ik zo van, ja, kijk, zo'n dikkere vrouw kun je tussen vastgrijpen, maar dat is weer te dik. Ja, precies. Lekker een beetje billen, een beetje heupen. Lekker hoor. Een beetje billen mag echt wel hoor. Ik bedoel, maar dat hebben ze allemaal niet. En mij maar lekker een vrouwtje mee lekker tegen hakken kletsen. Letterlijk. En maar dat hebben al die slanke dames tegen ze niet. Zo echt zo van, wat de hel. Nee, dan zie je de botten, weet je wel, als je het neuken bent, zie je nog je eigen lul voorbij komen. Echt. Bijna hoofd. Echt. Ah, het is wel zo, je moet niet je hele leven 20, 30 kilo te zwaar zijn, want dat is gewoon niet gezond. Nou, en dat ga ik het vet niet van je afslaan. Hey. Hey, trial. Do you want to be my trial? Joden in een treintje. Dat is wel heel erg goed.
Normaal gesproken haat ik dit soort muziek, maar voor dit soort dingen maar uitzondering. Bier und Titan. Ja la la la. Ook wat ik irritant vind is van die mensen op dating sites en die zeggen dan, ja, ik hou van reizen, ik wil hier naartoe en daar naartoe en hier naartoe en daar naartoe. Ja, dat is best leuk, maar en dan zijn ze overal al geweest. Ik denk, hoe doe je dat dan? Ik denk, ik heb 5 weken vakantie in een jaar en officieel heb ik eigenlijk maar 2 weken vakantie achter elkaar. Ja, ja. Ik kan niet zomaar 2 weken, ja, ik kan wel 1 keer 2 weken op reis, maar daar houdt het ook wel mee op. Ik kan niet zo constant maar een week weg. Bijvoorbeeld een week naar Schotland bijvoorbeeld. En, ja, je kan wel een paar dagen weg, maar je kan niet constant maar weken weg. Zo'n vakantie heb je helemaal niet. Geen idee hoe die mensen dat allemaal doen. Ja, ik ook niet. Eén kill. Zet dood. Ik heb een auto. Ik wacht dan op jou. Ja, iemand heeft me gerevived. Ik denk dat een echo probeert te komen. Hé, hey, eigenlijk heb ik de tank opgeblazen. Trial. Hey Mark, do you want to try it with me? Ik ben bij Foxtrot. Oké. Okay. Double kill. Trial. Ich tagen wir diesen. Trial. Ich war seit Wochen. Auf diesen Tag. Ganz so Freude. Ja, ja. Ik ken het, ja, ja. Ik weet het, ik hou van die band. De band is echt zo'n Oostblok-Duits punk, weet je wel. Komen uit Düsseldorf. Ja, ze komen uit Düsseldorf. Komen uit Düsseldorf, dat is niet Oostblok. Ja, maar ja, ze zien er Oostblokkig uit, zeg ze altijd. Dat is niet mogelijk, maar... Kijk eens die, niet zo. Krank in de kop. Met die Campino. Oftewel, Campino, zijn echte naam is Andreas, maar hij wil altijd Campino genoemd worden. Campino. En de drummer, weet je wel, van die Toto's, is een Brit. Ik ben Mark en ik laat me graag Adolf noemen. Hey Adolf! Hi, onze onkel Adolf. Ben jij nog steeds bij B? Ik ben nu weer bij E. E. Ja, en nu ben ik dood, dus ik in de hemel. In de hemel? Dat is in de hemel zien? Nationaal socialistische hemel. Ja! Ik span op F en dan ga ik door naar Echo. Waanzin. Oké, ik span ook op F. Kun je op mij spannen? Oh. Ja, ik zie je al. Tagen wie deze. Hartstikke zin. Enemies hier? Dat waren die net wel. Oh, wel iets. Ja, ik heb eentje geraakt. Oh, nu ben ik er. Oeh, net een tijd over die muur gesprongen. Maar als je ook een beetje op internet zoekt, weet je wel, een link geeft van copyrightvrije muziek. Weet je wel, voor livestreams eventueel. Moet je maar eventjes, of muziek die bijna copyrightvrij is. Moet je maar even linkjes achtergelaten, dan kan ik ze downloaden. Want donder ik ze op de TeamSpeak server, de MusicBot. Kan je die op zoeken dan? Gewoon op Google? Ja. Dus ik heb ook zat muziek van Motley Crue bijvoorbeeld uit de jaren 80. Wild Side en zo, dit zijn ook copyright vrij bijvoorbeeld. Ja, Motley Crue heb ik ook wel eens live gezien, echt. Die drummer zit gewoon bijna naakt. Die heeft enkel zo'n ding om zijn. Die heeft gewoon een ding om zijn ballen heen, weet je wel. That's it. In Amerika, voor een Amerikaanse band, weet je wel. Ja, ja, ja. Het is ook wel een behoorlijke heavy rockband. Ja, Motley Crue, ja, ja, ja. Ik wil hier ook wel en op.
En dat geheadbang weet je wel, geweldig. Maar ik moet zeggen, Tommy Lee, dat is de drummer dus. Ja. Nou, ik moet zeggen, nou, die is ook best wel oud en ook zwaar getatoeëerd trouwens. Allemaal. Ik zag, hem laatst bij Kids React, weet je wel. Ging hij reageren op de kinderen, weet je wat, die gereageerd hadden op Motley Crue. Ja, ja, ja. That hipster kid. That? That will be a hipster kid, man. That hipster. He doesn't like anything what he's hearing right now. It's a fucking hipster. Maar dat soort rockbands zijn ook een beetje iets uit het verleden, want dat zie je ook bijna niet meer. Nee, maar echt. Laatst wat ik me nog kan herinneren zijn gasten als Linkin Park en zo. Wat dan wat moderner is, maar. En moest je ook huilen toen jouw lieftallige oud-burgemeester overleed? Nee. Voor het een slappe zak. Ja. Ik vond hem niet zo geweldig, maar goed, ja, het is wel triest dat die man overleed. En uiteindelijk heeft hij toch wel wat dingen voor elkaar gekregen waar ik ook niet echt zin. Echt zicht op had. Maar ik natuurlijk niet meer in Amsterdam woon, dus ik zie het ook niet meer dagelijks allemaal. Nee. Nou ja, zoals hij heeft bepaalde mensen op transport gezet. Oh nee, dat was hij niet. Ja, met die top 600 en zo, weet je wel. Die criminelen, ja. Daar is hij wel heel erg mee bezig geweest. Dat heeft hij, wel voor heeft hij echt voor elkaar gekregen. En hij was ook tegen het hele Zwarte Piet gedoe, was hij ook op tegen. Ja, en hij was ook wel best wel diehard Ajax-fan. Hij had ook wel zijn zoekkaart en zo. Ondanks dat hij wel streng probeerde op te treden in het begin, maar daarna toch wel weer. Ja, helemaal een beetje wat een tijdje burgemeester was, is hij wel aardig geliefd geworden. Op. Trouwens, nog heel jong. Maar was hij 40 of zo? Ziet er hartstikke jong uit. Ik denk zo, lekker wijf. Jelle. Zelf was hij 61 of zo? Nou, ook niet zo. 1955 kwam hij. Dat blijkt maar weer. Dat je dus, als je een zware roker bent, dat je dus vaak de 65 niet haalt. Nou, dat komt ook wel weer. Ja. Was dat onderzoek nog geweest? Ja, veel rokers halen de 65 niet eens. Nou, dat komt ook wel. Ik heb gereageerd in de chat about 15. 15 inches long. Oeh. Hard and hard. Zo long, lang en hard? Mm. Arsch? Sexy arsch, ja. En Harry. If I were a fucking donkey, maybe. Zou ik zeggen, wir sind drunk. Und sehr geil. Oh, bend over. You know, bend over. Wir sind drunk und sehr geil. Bend over. Keine Fütze bij de naars. Ja, nou, ik had een liter bier op, maar nee. Zeg ik er nou zoveel last van heb. Oh. Ja hoor, tuurlijk. Dikke machinegeweer. Sowieso. Bier drinken. Lekker gaar. Ja, het is zo zacht, die muziek op de achtergrond. Het is helemaal niet storend eigenlijk. We kunnen ook wel Günther op de achtergrond draaien ofzo. That's my tralala. My
Kijk wie ze daarop reageren. Maar dan wordt ze daar laars. Oh, aarslikken, aarslikken. Aarslikken. Aarslikken, aarslikken. Kampen, kampen, ja. Drink je bier aan, het is geen dorst. Geweldige tekst, zeg maar. Ja, aarslikken, aarslikken. La 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 la. Oh. Lekker, lekker willekeuren. Ja, daarom. Wie moet dit doen? Dat is het mooiste, lekker willekeurig onzin roepen. Oh, dat blijft leuk. Raak je meestal helemaal van de rel als je dat doet. Ja, und? Ja, und? Ja, und, man. Te blöd. Ik weet dat het zo geschreven moet worden, titten. Ik weiß. Ik weiß geen scheißen. La 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 la. Sehr gut, mein Freund. Willst du meinen Arsch rasieren? Meine Rosette rasieren. Wie viel hat sie? Klage hier! Ja, klage hier! Ja. Die smerigheid, daar kan er al niet meer tegen. Geweldig! De rosette rasieren. Oh, 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 oh. Bijna 37 jaar, zeg je nog steeds dat soort dingen. Oh, oh, oh. Kat. Handen! Wees toch getoond toch eens wat meer verantwoordelijkheidsgevoel. Oké. Okay. Oh, door mijn pipi gaan zien? Dat zie ik. Lieve dat je vaak. Oh. Zou ik zeggen mijn bruine vagina? Maar ah, de schwarze vagina, ja. Geboren om Liebe zu geben. Nein, ich bin ein Schwarze von Afrika. Ja. 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 Stop het, ze klaar. Ja, jongen, jongen, jongen. Too many naps here, geloof ik. Nou, hè, dat was weer het avondje. Jazeker. Oh, ja. Dat bier was wel lekker. Zeker. Wat een pul. Geboren om Liebe zu geben, ja. Geben? Ah, Jure. De Liebe. Het is wel jurekoeren, ja? Voor mijn pipi. Zo, hè, hè. Nee, Star Wars Battlefront 2 is ook live. Wow. Eerst er een Battlefront 2 was? Nou, dat wist ik ook niet. Dat ze ermee bezig waren. Hij kreeg toen wel redelijk goede.
commentaren die... Ja, maar dat krijgen ze allemaal wel, en dat ze... Ja, dat is ook zo. Dat vrouwtje met het hoedje. Die andere die drie pullen onderin. Dagen. We hadden maar twee kijkers, of niet? Vier. Wou wel meer, maar... Ja, niet iedereen kijkt met een account, hè? Dus vandaar. Ja, oké. Okay. Maar dat maakt niet uit, we zijn alweer iets verder. En ik heb een Oktoberfest en morgen gaan we deel 2 doen. Ja. Dan hoop ik, ja, wel zonder de nieuwe layout, dus wel de huidige layout nog. Alhoewel, ik denk dat we deze ook gewoon kunnen houden eigenlijk, maar... Oh, er is niks meer. Vind ik hem wel prima. Er is ook niet zoveel mis mee. Nee. Het is alleen wat outdated, maar ja, hij is ook in 2015 gemaakt. Hij gaat ook weer ja, 2 jaar mee. Ja, wel wat ouder. Maar hij doet nog alles wat hij moet doen. Twitter, YouTube en... Maar dan ga ik nu wel offline. Is goed, hè? Even een ander spelletje kan spelen. Ik was net even lekker bezig met Hearts of Iron 4 vanmiddag. Ga je spelen met je pipi? Nou, dat komt daarna. Ik ga niet te laat in bed, want ik moet nog helemaal slaap inhalen. Dus, ik kan wel lekker een paar 8 of 9 uurtjes slaap gebruiken. Oude man als ik, hè? Mm-hmm. Nou goed, ik zou zeggen, wel te rusten. Tjus! Nou, even kijken of ik een mooie selfie kan maken. Tjus! User disconnected from your channel. Ja, toch niet. Toppie! Dat is super hard. I wish everyone a good night, have sweet dreams, and thanks for watching. Tomorrow will be part 2. I hope without the trial. Goodbye, good night, cheers! See you soon. Deine Hand sucht nach dir. Manchmal in der Nacht fehlst du mir. Wer nimmt mich wie du in den Arm? Wem erzähl ich dann meinen Traum? Du hast mich tausendmal. Wow.
Trial. Einst ging ich am Strande der Donau entlang. Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand. Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand. Ein schlafendes Mädel am Ufer ich fand. Everybody come on, sing along. Hey, komm mal bei mich bei. Sie hatte die Beine weit von sich gestreckt. Na 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 na